Mipoekie wijn, 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 show. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Dag maar met haar wijn. Hoi allemaal. Welkom. Oh, wat een liefde meteen in het begin. Oké, is die nu weer een roze vlaggetje? Voor Ellen is het nieuw. Ten eerste, dankjewel voor je subje. En ten tweede, je mag een kleurtje kiezen en dan krijg je een vlaggetje met je naam erop. Lotte zegt het verkeerd en als wij het verkeerd zeggen, wordt Dagmar boos. Ja. Ellen wil geel. Welkom Ellen. Er loopt ook meteen een high train. Henk wil blauw. Henk wil volgens mij altijd blauw, toch? Hier komen de vlaggetjes. Miss Divi, Ellen, Henk. Ja, die gaan we er meteen even bij steken. Zo, Ellen, Miss Divi en Henk. Zo, mooi allemaal op de voorste rij. Dank jullie wel voor jullie subjes. We gaan er zo meteen spelen Landelijk Leven, maar we gaan ook spelen Landelijk Leven op mijn YouTube kanaal. En daarvan komt dus morgenochtend de eerste video. Ah, Sharon, dankjewel voor je bitjes. Zo lief. Iedereen doet meteen mee met de hype train. Zeg maar, we gaan vandaag met mijn sim zelf gewoon Landelijk Leven spelen. Dat is gewoon eenmalig. En wat er morgen op mijn YouTube kanaal komt, dat wordt dan een serie. Trouwens, op het YouTube kanaal van Town of Plummops, daar is een video gekomen met alle informatie over de patch update die we natuurlijk gisteren hebben gekregen. Die heeft Miss Divi opgenomen, toppertje. En de eerste early access video van Landelijk Leven is daar al opgekomen. En ik denk dat ik die command op een ander plekje moet zetten. Dat je hem wel kan gebruiken, Annette. That's right. Oh! That's right. That's right, that's right, that's right. Pinky krijgt ook een subje. Dat is het YouTube-kanaal van Town of Plummops. Daar is dus vandaag al een video gekomen waarbij ik dus ben gaan kijken naar de vrouwelijke spulletjes in Landelijk Leven. Dus echte kleding, de kapsels, er zitten schoenen bij, er zitten accessoires bij. Hele leuke oorbellen zitten erbij. Ja, wel heel lief, Annette. Maar het is heel lastig. Op Streamlabs kan je geen commands instellen voor VIP'tjes. Dus dat is wel een nadeeltje. Ja, Pinky, jij mag ook een vlaggetje kiezen. Welke kleur wil jij? Maar wie is er allemaal nieuwsgierig naar Landelijk Leven? Wie zit echt te wachten tot morgenavond? Want hij komt dus morgenavond om 7 uur 's avonds. Wie van jullie heeft hem al gepre-orderd? Wie denkt echt, oh, is het al donderdag? Is het al donderdag? Ik wil spelen. Dagmar is niet thuis. Die kan hem niet spelen. Heb je hem wel gepre-orderd of koop je hem als je weer terug thuis bent? Een rood vlaggetje voor Pinky. Dit is rood, hè? Ja. Evika gaat morgen gelijk bouwen. Dagmar koopt als ze weer thuis is. Oh, de high train is gelukt. Oh, ik heb een emote. Ik heb een emote gekregen. Het is een hondje. En hier is het vlaggetje van Pinky erbij. Nou, thanks voor de 4 subjes en de 300 pitjes. Zo. En Omri komt ook weer uit zijn schuilplek. Omri is bang voor de stofzuiger. Zo sneu. Hij zat echt op de trap, maar ik moest de trap ook doen. Toen moest hij naar beneden vluchten weer. Sharon heeft hem nog niet gekocht. Dagmar koopt hem als ze weer terug thuis is. Annette gaat hem straks pre-orderen, want ze is morgenavond ook pas laat thuis. Voor degenen die hem trouwens al gepre-orderd hebben op Origin. Dat geldt helaas niet voor consoles, maar voor degenen die hem dus op Origin al gepre-orderd hebben. Met de patch update heb je die 3 items al gekregen. Dus die boom met die lampjes erin. De fiets en de kabouter die op een kipje zit, die heb je dan al in je spel als je hem gepre-orderd hebt. Ellen zegt, ik baal wel, want ik ga donderdag tot maandag op mini-vakantie naar Nederland. Oh, precies die dagen, dan kan je niet spelen. Moet je gewoon echt weer wachten tot je terug thuis bent. Binky wacht ook nog even met kopen. Epica heeft hem al lang gepre-orderd. En Dagmar zegt, ik doe niet meer mee aan hype trains. Ik heb ze allemaal al. Ja, je hebt een subje aan Binky gegeven. Oké, nou, zullen we naar het spel gaan? Iedereen is nieuwsgierig, hè? Marcus DJ zegt, ik heb hem ook al gekocht en ben best hyped over de pack. Dankjewel voor het volgen nog. Ik zag dat je me vandaag bent gaan volgen. En welkom. Epica zegt, 6 weken vakantie, dus flink bouwen. Nou, inderdaad. Ik weet niet wat je gaat doen. Die mag uit. Waar in dit huis is een kledingkast of een spiegel? Bij de kapotte wc. Maakt niet uit, we gaan toch verhuizen. Mijn sim selfie krijgt even een makeover. Oké. Okay. Een strange veel muziekje, dat is niet oké. Oké, voor deze... Oh, kak. Even die cheat aanzetten. Dan gaan we naar mijn sims mapje, dan gaan we naar cheats. Dan wil ik ook even de move objects aan, voor als we straks gaan verhuizen. Maar ik wil ook even de full kas. Kan ik die nu? Nee. Zeker testen cheats eerst. En dan voelkas. Neem ook zeker eerst eruit. Oké, eerst eruit. Ja. En dan opnieuw erin. Als het huis in de fik vliegt, maakt niet uit, want we gaan toch verhuizen. Nee. Doe je huis. Met je kapotte wc.
Thanks for your service. Waarom sta je aan die kant? We waren net in de badkamer. Oké, opnieuw terug. Vreemde Sims. Oké. Okay. Oh, ja. Oké, okay, we hebben de... Oh. Dankjewel. We hebben twee nieuwe eigenschappen erbij. We hebben dierenliefhebber. Het vervelende eraan vind ik dat je dus het filmpje van het hondje krijgt. Want je hebt dus kattenliefhebber. Dat is zo, oh, en dan zie je een hartje en dan zie je dat ze denkt aan een kat en die hoort ook miauw. En dan doe je een hondje. En dan, oh, en dan zie je een hondje. En dan doe je dierenliefhebber. Had even de lama gedaan. Of had even de koe gedaan. Of even de kip. Oh ja, mijn klem staat er een beetje voor. Oké, okay, dus je hebt kattenliefhebber. Helemaal. Helemaal leuk. Kat, haha. Hond. Leuk, haha, hond. Dierenliefhebber. Weer hond. Ik had het leuker gevonden als ze dan die koe of die lama hadden gedaan. Die is tenminste nieuw. Daar doen we dit voor, toch? Maar oké, okay, we hebben dus dierenliefhebber. Ja, zullen we even hout van buiten doen, aangezien het landelijk leven is. En de andere die nieuw is lactose intolerant. Ik denk dat het hondenliefhebbers zijn daar, ja. IE. Oké. We gaan toch verhuizen is geklipt, dankjewel Sharon. ja, lactose intolerant. Deze Sims worden ziek als ze zuivel eten, maar voelen zich geweldig als ze zuivel een tijdje hebben vermeden. Ik snap dat ze dit erbij hebben gestopt, want ja, ze zijn natuurlijk heel erg bezig met inclusiviteit, ook met verschillende culturen en dat soort dingen. En beperkingen is altijd een lastig dingetje, want je wil natuurlijk wel mensen zo waardig mogelijk representeren zonder dat er misbruik wordt van gemaakt ofzo. Dus met beperkingen is dat een beetje lastig om die goed in het Sims-spel te krijgen. En nou hebben ze dus lactose intolerant gedaan. En dat is natuurlijk heel leuk voor mensen die zelf lactose intolerant zijn. Dat ze hun innerlijke sim meer op zichzelf kunnen laten lijken. Maar als eigenschap? Het valt onder een iets waar je lichaam niet tegen kan. Een soort van allergie. Ja, het is intolerant. Het is niet echt allergisch. Maar het zit wel in dat straatje. En je hebt maar 3 hokjes. En we hebben wel voor voorkeur en afkeer. Wat gewoon je smaak is. Een apart kopje. Had dan hier ook even een apart kopje gedaan voor... Bijvoorbeeld dus lactose intolerant en vegetarisch zou ik daar ook wel bij vinden passen. Omdat vegetarisch is meer een keuze die dan voortkomt uit dat je bijvoorbeeld gezond wil eten. Of dat je dierenliefhebber bent, dat je daarom vegetarisch wordt. En ik vind het een beetje gek dat het dus bij eigenschappen wordt neergezet. Maar we pakken hem erbij. Ik ben het niet. Heel fijn. Mijn Sims hier al even zo op stream. lekkere scheet. ja, ja, lactose intolerant valt onder het kopje allergie, maar het is natuurlijk niet echt allergie, omdat, ja, nou ja, ook wel. Je krijgt natuurlijk een reactie ervan. Ik vind alleen het woord allergie heel ernstig. Maar misschien komt het ook omdat als iemand bijvoorbeeld een notenallergie hebt, dat je dan met spoed naar het ziekenhuis moet. En het woord intolerantie is meer dat je er minder goed tegen kan. Ja, zo vat ik het op. Dat is een beetje de woordkeuze die ze eraan hebben gekoppeld. Maar dat zijn dus de twee eigenschappen die we erbij hebben gekregen. En dan gaan we dit smerige doel vervangen voor de plattelandsverzorger. Op de E. Ja, allergie is heel groot inderdaad. Oké, dat is de innerlijke sim. Dan gaan we even die oorbellen weg, want we hebben straks hele leuke andere oorbellen. Maar we gaan eerst even mezelf een nieuwe koep geven. Nou, we hebben nu dit soort grappige kapsels van rimpelbeeld. Het enige wat ik hier aan jammer vind is, had die hoedjes dan bij hoedjes gedaan, dan had het op veel meer kapsels kunnen doen. Maar deze hebben ze dus ook zonder hoedje gedaan, maar die niet. Alhoewel heb ik het idee dat dit ook een kapsel is die we al hebben, maar dat weet ik dus niet zeker. Dan hebben we nog deze, heel schattig, met een vlechtje en mooi van die plukjes zo langs je haar. We hebben dit schattige korte haar met een strikje erin. Dan hebben we hier korte vlechtjes. Krulletjes met een knot en gewoon korte krulletjes. En deze korte koep. En ik had persoonlijk verwacht dat ze deze ook al bij de mannen hadden gestopt. Maar die zit dus niet bij de mannen. Sharon zegt ook, ja, dat is volgens mij een kapsel die we al hebben. Uit basisspel, toch? Voorkant in ieder geval wel. Maar ik weet dus niet zeker of die eindigt met een knot of met een staartje. Dat weet ik dus niet meer. Maar ik vind het gewoon gek. Ik had het leuker gevonden als ze die hoedjes bij hoofddeksels hadden gestopt. Dan hadden ze gewoon ook anders kunnen gebruiken. Deze hebben dan dubbel. Net als met wasgoed. Dat je zo'n lint om je hoofd kon doen.
heb je hem met een gewone doek en met een printje. En EP11 kan je in de chat. Kijk, een stukje EP11. Dan krijg je de informatie. Morgen rond 7 uur, 11e uitkrijgspakket voor €40. Oké. Ik denk dat ik voor deze ga, want dit is op zich wel leuk, maar het is wel heel dik haar. En ik weet niet, ik vind het lastig om alle ponies mooi te vinden. Ik vind deze pony heel erg hard, heel erg statig. Terwijl het rest van haar is lekker mooi vol. Even kijken hoor, Annette zegt, ik had het ingevlochten kapsel leuker gevonden als er geen babyhaar bij zat. Ja, dit snap ik dus niet. Hè. We hebben in een ander pakket, volgens mij, was het interieurdesigner? Ik pak hem er even bij. Interieurdesigner. Het zit erboven. Ja, hier. Zonder babyhaar, met babyhaar. Kan je kiezen. Kijk, hé, hey, IJ is goed bezig. Houden ze rekening mee. En pak het later zijn ze dan weer vergeten. Deze is dus alleen met babyhaar. Hier mag je niet kiezen. Ik heb deze ook wel in een Let's Play gebruikt. Maar ik denk dat dit toch wat kapsel is waar ik mij het prettigst bij voel. Of gaan we echt full on farm girl? Dat kan ook. Omdat ik die al in een Let's Play heb gebruikt. We doen wel deze. Weg jij. We doen deze. Hoi Jules, welkom. En dat haar met dat roze hoedje is van een personage. Ja, dat zou best van de burgemeester kunnen zijn. Maar ik had het gewoon leuker gevonden als ze dat hoedje bij de hoofddeksels hadden gedaan. Binky zegt, ik hoop dat ik naar deze stream toch wel wat meer hype krijg voor het pakket. Nou, we gaan het meemaken. Ik wil het horen van je, Binky, straks. Oké, er zitten dus hele leuke oorbellen bij. Even kijken, een landelijk leven. Kijk dan. Lamatjes. En we hebben zonnebloemetjes. En we hebben aardbeidjes. Oh, die ben ik volgens mij vergeten aan het meisje te geven in mijn Let's Play. Moet ik dan even doen. Maar we gaan voor de lama uiteraard. Oh, kijk, we kunnen ook nog een roze lama en een groene. Oh, dat is wel leuk. Past bij de haarband. Een gele lama, een blauwe lama, een bruine lama, rode. Wat is het verschil? Oh, deze is meer kleurrijker. En deze is gewoon wat grauwer. En een lichtroze lama. Zullen we dan? We doen wel gewoon de standaard, denk ik. Ja. De witte lama. Ja, die aardbeidjes zijn echt leuk voor kinderen. Dat doet mij ook denken aan de... Ik denk dat heeft iedereen wel gehad. Van die... ringen en die kettingjes en die oorbellen van lieve heersbeestjes. Ik heb daar echt zo'n ring van gehad. Oké. Okay. Landelijk leven. Ik vind deze dus super tof. Dus die gaan we er sowieso bij stoppen. Dat is een beetje... Ja, we hebben ook paars. Maar daar past natuurlijk mijn haarding wat minder goed bij. Even kijken. Nou, dit is te donker. Oh, kijk. We doen eentje lichter. Dan past het wat beter. Het pakje is echt leuk. Miss Dieven zegt, ik vind dat kersenjurkje ook echt mooi. En ja, schoenen. Ik vind dat een beetje lastig. Want er zitten dus wel hele leuke schoenen bij. Nou, we hebben dus allemaal van die schattige hakjes. En we hebben van die grovere schoenen. Maar ik vind de schoenen die ze nu aan heeft onder dit pakje gewoon leuker. Waar kun je dat pakje kopen? Ja... Iemand, als je hem ooit in een winkel tegenkomt, laat het ons weten. Ik wil hem in het echt. Oh, kijk, ik heb nog andere outfits. We gaan die ook even veranderen. Doen we hier een losse boven- en onderkant. Landelijk leven. En... ja, we hebben dus hele schattige dingetjes. Deze is heel cute. En deze is heel cute. Deze vind ik ook heel cute, maar het loopt hier niet helemaal lekker. Kijk, die broek komt er doorheen. En hier ook een beetje. Dus er zitten wat foutjes in de outfits. Maar laten we even een cute doen. Dus we doen deze. Met paars. Hey. En er zit een nieuw rokje bij. De schoen even weg, want dat is geen pan. Oké. Okay. Doen we hier ook paars of wordt het te veel paars? Doen we hier dan donker? Of andersom. Dat kan ook. Die paars en die. Donker. Oeh, dit vind ik leuk. Ja, top. Oké, okay, accessoires. We hebben een nieuwe bloemetjes. Super schattig. Het lijkt me zeker ook vet chill zitten. Is te koop geweest bij een €15 kledingwinkel voor vrouwen hier.
Ja, daar heb ik nu niet zoveel aan. Oh, Lola Bauer vindt paars met geel ook altijd leuk. Ja, wat voor schoenen gaan we hier echt van die hele... super schattig en een super boers. Nee, we doen dan dit soort schoenen eronder. Of deze. Kijk, deze komen wel met geel. Of dan licht. Doen we deze. Dit vind ik wel leuk staan. Ja. Ik heb hier nou wel opeens een stuk korter haar dan hier. Dat is gek. Daar moeten we even wat aan doen. Doen we hier wat vlechtje. Wat ben ik schattig hier. Dan hebben we... Dit is van Paranormaal nog. Oh, dit is heel gek. Die hoed met die band op de hoofd. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer voor pakjes. Ik wil ook wel echt even... Ja. Even bij broeken kijken. Ja, er zit dus trouwens één hele gekke broek in. Dat is deze. Het gaat hier niet helemaal lekker. Is al gemeld. Plus dat deze broek bij de mannen klopt ook niet helemaal. Dan is de... Oh, is dat hier is het trouwens bij de vrouw wel goed? Ja, bij de vrouw gaat hij wel goed. Bij de mannen komt er opeens een hele strook boven bij de kleur zwart. Heel gek. Maar ik zie hier niet echt ook. Ik zie hier niet echt een broek waarvan ik denk... Oh, dat is een hele handige broek voor op de boerderij. Of we moeten een korte broek doen. Doen we een korte broek. Want ik wil ook wel eentje met van die laarzen eronder. Echt boers. Ja, dat kruis... Nou, dat kruis hangt... Het lijkt alsof het kruis heel laag hangt. Maar mijn kruis zit ook hier. Dus hij loopt mee met mijn kruis. En op een gegeven moment denkt hij... Oh, wacht, dat is een baggybroek. Er moet nog een stuk stof bij. En dan is het hoep nog een stuk stof. Dus het is echt zo'n broek waarvan je kruis dus wel een stukje lager hangt. Maar het lijkt net alsof je op de bank hebt gezeten. En dat je je bierflesje daar hebt vast neergezet als tafeltje of zo. En dat helemaal ingezakt is. Ik weet niet. Het is te vreemd. Oké, wat gaan we hierop doen? Gaan we hier dan... Oh, dit is ook wel geinig. Boerenpakkie. Of gaan we dan voor dit schattige? Nee, we pakken wel een boerenpakkie. We hebben anders iets schattigs. En die oorbellen mogen even weg. Zo. Nee, weg. Weg. Ja, dank u. Oké, klaar voor de boerderij. Nou, en de rest van de outfits... warm weer en koud... Ja... We spelen in de herfst, dus misschien is koud weer ook wel even handig om te selecteren. Dan pak ik wel deze of de trui. Nee, dat is raar. Dat jasje loopt hier ook raar. Dan pakken we die wel. Donkerder. Is er geen outfit voor koud weer? Tuurlijk wel. Hup, weg. Pakken we gewoon die rok weer. Doen we hem nu in zwart? Of we hadden... Wat was het? Paars hadden we? Ja, paars. Oké, dan pakken we even een andere top. Hoe laat komt de video morgen op YouTube van de Let's Play, bedoel je dan, denk ik? Want op Town of Plumhoff staat inderdaad al de overzichtsvideo's. De Let's Play video, ik denk ergens in de ochtend. Dus 9 uur, 10 uur. Ik moet hem straks nog na de stream verder afmaken. Hij is nog op dit moment nog niet af. En mocht ik daar vanavond niet genoeg tijd voor hebben, dan ja. Nou, ik ga mijn best doen. Dus ik hoop 9 of 10 uur. Maar join anders mijn Discord server, want in mijn Discord server heb ik een kanaal dat heet Agenda. En zodra ik een definitief tijdstip heb, dan zet ik de video in de agenda. Dus dan kan je, het daar zien. Kijk, dan pakken we gewoon deze leuke laarsjes. Hoppatee in het paars. En dan stoppen we er gewoon... Oh, we hebben natuurlijk ook van die nieuwe kousen. Even terug hierheen. Even koud weer uit. Nee, uit. Ja. Dan pakken we die. Foei, lelijk. Zo, een soort van panty. Dan is het ook geschikt voor warm weer. Oh, en dan kunnen ook die nieuwe handschoenen hierbij. Nou, kijk. Dan moet je wel even die oorbellen uitdoen. Want het is geen interieurdesigner meer. Het is nu... Landelijk leven. We hadden die, hè? Zo. Of zullen we hier dan de bloemetjes doen? Ja, en dan noemen we dat hier ook. Oh. Zien we dat? Oh, dat zien we. Top.
Oh ja, ik ga proberen 9 uur en anders wordt het 10 uur 's ochtends en hij duurt 3 kwartier. Dat weet ik wel al, want ik heb stukjes al af, maar ik moet er nu nog een geheel van maken. En de thumbnail moet nog gemaakt worden. Oh, trouwens, deze bril vind ik ook zo leuk. Kijk, je hebt zeg maar een stuk van het glas wat gewoon regulier doorzichtig is. En dan het bovenste stuk, daar komt een beetje een kleur in. Echt heel cool. Zullen we die ook bij één outfit geven? We hebben deze, denk ik. Hebben we iets met... Ja, we hebben wel iets met roze. Oh, kijk, roze paars. Hey. Lianne zegt 3 kwartier, daar moet ik wat lekkers bij pakken. Ja, gewoon lekker relaxen met je ontbijtje, lekker kijken. Nou, ik vind het top. We hebben 3 alledaagse looks. Deze hele relaxte pak. Die schoenen zijn van ouderschap trouwens, maar dit pakje is nieuw. Kapsels nieuw, oorbellen zijn nieuw. Dan hebben we de top hier is nieuw, rok is nieuw, armband is nieuw, schoen is nieuw, kapsel ook nieuw, brillen nieuw, oorbel nieuw. Ketting is wel basisspel, dacht ik. En dan hebben we deze look. Hier is alles nieuw. Ja, er zit alleen geen nieuwe make-up in het spel verder. Oh, Lianne moet om 9:30 op de werk zijn. Hoi Snoepje, welkom. De zijkant van de eerste outfit is een beetje raar. Bedoel je dit? Ja, dat komt omdat het hier open valt. Ik heb met dit minder een probleem. Voor degene die op Town of Plumbobs de kasvideo's gaan bekijken. Ik zit nogal te klagen op bepaalde kledingstukken. Ik zal het wel even laten zien. Ik heb bijvoorbeeld net al die broek laten zien. Maar laten we deze leuke trui aanklikken. Ik weet niet hoor, maar het lijkt net of ze hier een bobbel heeft. Of dat ze aan het zakrollen is en even snel wat onder de trui stopt voordat ze de winkel uitloopt. Hoezo valt jouw trui zo? En bij deze snap ik het wat meer, want het is een wat dikkere trui, er zit een blouseje onder. En hetzelfde was voor nog eentje. Deze, dit lijkt me helemaal een dikke stof. Maar dit is gewoon zo'n dun wol truitje. En ik snap niet waarom IE dit de laatste tijd bij meerdere pakketten doet. Ik vind dit oprecht niet mooi. Die hele rare bobbel hier. Dus we pakken die. Zo. Oh ja, de winterlook. Want het is ook nog een winterlook. Gebaseerd op de... Dan lijkt het zogenaamd alsof ze zeg maar haar algemene outfit heeft. Met dan een ander truitje en een jasje. Kousen eronder, andere schoenen. Maar leuk hoor. Oké. Okay. Oh, zat daar trouwens een ander kapsel bij je? Ja, hier had je de vlechtjes bij. Dan moeten we hier ook. Oh, ja, ik heb een idee. We doen hier de vlechtjes. En dan doen we... Deze... Ik vind het echt zo'n Siska de Ratmutsje, maar ik vind hem zo leuk. Ja, top. Oké. Okay. 4 nieuwe looks voor de sim. Lola Power is een beetje oversized, maar het ziet er wel heel vreemd uit. Ja. Ja, ik snap dat het oversized is, maar het loopt dan letterlijk alsof er nog een hele bult uit je buik komt of zo. Ja, klaag maar over de wc. Je gaat toch verhuizen. huishouden. Ik weet nooit onder welk kopje dat valt. Oh, hier. Reizen waarschijnlijk. Ja. Ga niet dweilen als de wc stuk is. Dan blijf je bezig. Sim zelf, je had van alles onder de trui. Ja, zo'n stiekem winkeldiefstal. Zo van, ja, ik ben zogenaamd zwanger. Maar ondertussen... Jat ik van alles mee. Oké, nou, we hebben hier dus mooi alle wereldjes. En normaal als je dan bij zo'n wereld zit, dan komt er zo... Ploep, hier komt een dolfijntje. En bij landelijk leven komt er een kippetje. Tok, tok. En zo ziet het eruit. De wereld heeft 3 wijken. We hebben Finchwick. Echt een naam waarvan je denkt, hoe spreek ik dat uit? Een oude molendorp, Finchwick, ligt aan de rivier Bagley en is trots op zijn levendige en hechte gemeenschap. Op het historische plein staat een pub en een schilderachtige stalletjes. Perfect om te shoppen tussen een prachtige bloeiende tuin. Toeristen en locals komen wekelijks naar de dorpsbraderie, waar de burgemeester van Finchwick speciaal opkomt om de inzendingen te beoordelen en over de nieuwste gebeurtenissen te roddelen. Nou, hier heb je dus de kroeg, een vrijstaand huisje. Hier woont een stelletje en hier nog een vrijstaand huisje. Dit is een startershuisje, dus hier kan je eigenlijk meteen in. En dit is een huisje voor 31.000.
Dan hebben we hier, dan ga je een beetje meer het landelijke gedeelte in. De Old New Hanford, een gebied dat bestaat uit glooiende heuvels, wilderige landgoederen en een kleine gemeenschappelijke tuin. Old New Hanford staat misschien nog wel het meest bekend om zijn historische naamgevingsellende. Oorspronkelijk bekend als Little Hanford, hernoemde de buurt zich tot New Hanford in een poging aan zijn ondermaatse oorsprong te ontsnappen. Maar omdat ze de officiële kaartmakers niet op de hoogte hadden gesteld, stonden ze gedurende een periode van 2 weken officieel niet meer. Wegwijk. Ja, het is die namen. Toen ze hoorden dat ze weer een andere naam moesten kiezen om weer in ere te worden hersteld, kozen de bewoners Old New Hanford, die de andere optie New New Hanford met 1 enkele stem versloeg. Ze zijn niet echt heel lekker met die namen. Oké. Okay. Hier hebben we de grootste kavel van 64 bij 64, waar de familie van de trailer in zit. Dan hebben we hier nog een simmetje die hier woont. We hebben een huisje van een ton, de oude Molenweg 3. En we hebben een lege kavel, hier gaan we zo meteen heen. En dan hebben we als laatste, diep in het bos, de Bramblewood. De natuurlijke schoonheid van dit bos biedt al lange tijd een pittoreske plekje voor vele wilde vogels, konijnen en vossen. Of je nu iets verstopt onder slakje Sophie, een schilderezel meebrengt om de serene Cordelia Falls te schilderen, op zoek gaat naar wilde champignons of romantiek vindt tussen de ruïnes van Isle of Volpe. Elke sim zal getransformeerd worden door een dagje Bramblewood. Oké, en dan hebben we dus hier het bos. Dit is een huurkavel, dus dan kan je op vakantie. Je kan het natuurlijk gewoon veranderen naar een normaal huisje als je denkt, maar ik vind hem leuk, ik wil erin wonen. Dat kan je gewoon veranderen. Maar je kan het ook zo laten en dan kan je dus gewoon lekker daar huren. Hier zit een getrouwd stel in. En dan heb je hier ook nog een startershuisje. En dat is het startershuisje waar ik met mijn Let's Play in speel. Dus vandaar dat we daar nu niet heen gaan. We gaan nu lekker hierheen. Zo. Ja, dat maakt niet uit. Er zit geen kavel op. Ongemeubileerd. Ga er maar wonen. Oh, Lola moest vroeger huilen bij Siska de Rat. Ik heb die film eigenlijk nooit in zijn geheel gekeken. Letterlijk dweilen met de kraan open. Echt, hè? Ja, dus ik snap het, Miss Divi. Het is een beetje een gemiste kans dat ze geen lama hebben gedaan, maar een kippetje. Oh, en Epica gaat een van de kavels lopen op een nieuwe boerder. Oh, die grootste kavel. Ja, nou, we hebben dus nu dit gebied. Oeh, kijk, mooi bij een bruggetje. We spelen trouwens in de herfst. En daarom heb ik expres voor de Let's Play gekozen voor de lente. Dacht ik, ja, dit is herfst. Dan wordt het al wat grauwer. Dan worden de bomen zijn nu wel kleurrijk, dus dat is heel tof. Oeh, kijk, de maan. De maan komt omhoog. Oh, oh, oh. We hebben zelfs een soort van noorderlichtachtig effect hierboven. Oké. Oké. Okay. Maar dit ziet er wel heel cool uit. Oh, het lijkt net of je je eigen schuurtje er nog bij hebt. Je kan er niks mee. Maar omdat je hier je huisje hebt... Oh, daarachter zit er ook nog een. Lijkt het net of je je schuurtje, 2 schuurtjes hebt. Top. Oké, okay, wij gaan naar bouwen. En we gaan naar de galerij. Want... een paar uur geleden is natuurlijk een embargo vervallen, dus mogen we dit soort dingetjes nu delen en laten zien. En dat betekent dus ook dat Game Changers, die heel veel bouwen, Game, ik typ het zelf al, Changers, hun huisjes online hebben gezet, als het goed is. Even kijken of er wat leuk staat. hij staat al op nieuwste en ik wil kavels. Wat heeft iedereen gebouwd? Dit is niet nieuwste. Laat mij de echt nieuwste zien. Nieuwste. Of heeft letterlijk nog geen enkele Game Changer iets online gezet? Serieus? Country Life. Hoe heet het? Hoe heet het in het Engels? Het heet anders in het Engels. Dat is heel irritant. Even kijken. Oh, Cottage Living. Ik had het fout. Zo. Ik dacht, we gaan een leuke kavel van een Game Changer pakken, maar niemand heeft iets online gezet. Nee? Nee.
Nee, dit is... Nee. Nou. Nou. Oké, dan gaan we verhuizen. Ik ga niet zelf bouwen nu. Het was leuk hier wonen. We gaan verhuizen. Oh nee, ik wil niet reizen. Ik wil wereld beheren. Gewoon naar wereld beheren gaan. Ja, flauw toch? Vorige keer met, wat was het? Ja, dat vorige huis waar ik in zat. Dat was toen wel al online gezet door een gamechanger. We zitten hier. Oké, we hebben dit huis. Zullen we gewoon voor lekker dit hele dure huis gaan? Of, ja, ik wil niet in die wijk, want daar heb ik al gezeten. Oké, we maken wel kan een moderator even een poll maken. Gaan we voor het landelijke gebied of het dorp? In plaats van die namen, Finchwick en Old New Hanford, maak maar gewoon een polletje met landelijk of dorp. Anders is het niet te doen. Lianne gaat de poll maken, oké. Ja, en als we dan landelijk gaan, dan laat ik haar wel in haar huisje zitten. Dan pakken we die grote hier. En als we in het dorp gaan, dan kunnen we ook even kijken voor welke van de twee we gaan. Deze heeft 2 slaapkamers, 1 wc. Oh, hè? Deze is kleiner, maar wel duurder. Bijzonder. Bijzonder. Welk is het dorp en welk is landelijk? Nou, dit is het dorp, Annette. Dit is dan landelijk. Dit is de bossen, maar omdat ik daar al met mijn let's play zit, vind ik het een beetje... Ik denk, ja. Dan zien we daar al. Hoi Jamie, welkom! Kijk, daar is een poll. Waar gaan we wonen? Je mag stemmen. Gaan we voor landelijk, dus hier bij dat kippen-icoontje. En dan pakken we de oude molenweg 3. Een hele dure kavel. Huiselijk, natuurlijk licht. Met een kaveluitdaging. En als we voor het dorp gaan, dan komen we dus in een van deze huisjes, de Rimpelbilstraat. Ja, ze zijn allebei wel geinig. Oh, ik zie al een flinke strijd. Volgens mij worden er flinke punten ingezet. Zo, hallo hé. Wie is daar? Wie is daar zo keihard aan het stemmen? moet ik nog wachten tot de uitslag klaar is? Of kunnen we er gewoon van uitgaan dat het landelijk is? Annette zegt, ik stop mijn punt inzetten, want dit win ik niet. En Bikkie zegt, oh ja, mevrouw Rimpelbeeld, die zit er dus in, hè? Die woont hier. Of nou ja, woont, die woont niet in een kavel, maar dat is zo'n bewoner die ja, wel rondloopt in de wereld, maar niet ergens een huisje heeft. Lianne heeft punten ingezet. Ja, van haar is dat grijze hoedje. Je hebt er één grijze hoedje en je hebt 1 roze hoedje. En de roze is van de burgemeester. Epica, dat ben ik. Volop op landelijk. Ja, ik weet niet hoe lang de poll is. Maar ik zie dat landelijk flink voorloopt. Dus ja, zullen we daar maar gewoon naartoe gaan? Rijke stinkerts. Huishouden. Verhuizen. Authentic had het toch nog even geprobeerd, maar nope, dit win ik niet. Miss Divi heeft ook extra ingezet voor landelijk. Lianne ging voor landelijk. Epica ging voor landelijk. Dan gaan we voor landelijk. Dan pakken we lekker het duurste huis ook. Van degene die nog vrij zijn dan. Gemeubileerd. Tuurlijk. Annette wilde juist dorp. Nou, we gaan wel een bezoekje brengen aan het dorp. Komt goed. Oké. Oh, we hebben een vijver. Zitten er extra dingetjes in de vijver? Oeh, vissen. Ja, ik wil meer. Kom op zeg. Vijver. Oh god, ik heb je video gezien, Sabrina. Oh ja, hier ergens. Vijver voorwerpen. Vijver effecten. Hier. Vuurvliegjes. Vet cool. Oké, zo. Oh, kijk. Vet mooi met zo'n poortje waar je doorheen komt. Dan kan je buiten zitten. Dan kom je binnen in de gang. Vet ruime woonkamer met een... Oeh, dit is gek. Zo zou ik de televisie nooit zetten. Met die stoel er nog achter. Ik zou eerder een televisie hier zetten.
Hartje. Dan heb je hier... Oh, oké. Dus je hebt een gang. En dan kom je hier en heb je weer een gang. Nou. Zet er ook eentjes in. Oké, dan zetten we er ook eentjes in. Alle eendjes zwemmen in het water. Wilde eendjes of meneer Kwek? Zo. Oh, 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 ik pak iets. Dat is niet de bedoeling. Oh, die zijn van dichtbij niet super knap of zo. Het lijkt wel alsof het van die... Van die gemotoriseerde die je aan het opwinden bent. En dan zet je ze in het water en dan gaan ze. Zo ziet het eruit. Arnette zegt, ik dacht juist een klein huisje. En dan dat je van alles vanzelf verzamelt. Let's play. Dat zit in mijn let's play. Oh, ja, ze steekt meteen haar hart aan. Dat moet je even doen als je heel aan het opletten bent. Oké, we hebben hier een soort van kantoortje. Een eetkamer met een zithoek en een bar. Nou, doe maar. Hele ruime keuken. Gaat ze een glas water drinken. Dan gaan we even naar boven. Oh, ja hoor. Slaapkamer met ook weer zithoek voor de haard. En badkamer. Dan heb ik nog een badkamer. Hier nog een slaapkamer. En hier nog een slaapkamer. Oké, en dan daarachter. Schildersezel. Oh kijk, dit is ook een huis geschikt voor kinderen. Hier kan je... Oeh, de picknickmand. De barbecue set. En we hebben... Oké, een van de moderators maakt alvast een poll. Want jullie mogen even zeggen wat we gaan kopen. We hebben namelijk als opties voor in de stal de beige lama, de bruine koe, de gevlekte koe of de witte lama. Persoonlijk zou ik wel als advies al willen meegeven dat voor de let's play ben ik van plan om met een koe te gaan spelen. Dus als je een beetje van beide wil zien, stem voor de lama. Maar als je toch liever de koe wil hebben, ik zeg het er alleen even bij. Is er een moderator die zegt, yes, ik ga aan de slag. Ik maak de poll. Piepukkie, open haarden en kleedjes genoeg, steek de boel maar in de fik. Oké, Sabrina maakt de poll. Oké, dan hebben we dus beige lama, bruine koe, gevlekte koe en witte lama. Ik zal het zo meteen nog een keer herhalen. Even kijken hoor, lama's moeten in de dierenstal worden gehouden. Ze produceren wol die je kunt gebruiken om de kosten van borduurwerken te verlagen. Ik heb een borduurmand gezien, dus dat is wel een goeie. En kan in Brandlewood bij de wezenhouder worden geruild voor dierenkleding. Lama's hebben aandacht, voer en wasbeurten nodig. En bij de koe is het de melk die je kunt veranderen in verschillende dierenlekkernijen. Geef je koe voldoende aandacht, voer en wasbeurten. Kijk, ik zal het voor Sabrina nog een keer herhalen. Een beige lama, een bruine koe, een gevlekte koe of een witte lama. Dat zijn de opties. Kunnen we hier... Kunnen we tuinieren? Oh, ze is naar bed. We gaan even zaadjes kopen dan. Dan doen we groenten. En dan doen we... Ik neem aan dat dit van Magisch Rijk is, ja? Ja, we doen dan... Vruchten ook. Groenten en fruit. Zo. Wat hebben we al? Oh, er zit nog van alles zien van de vorige streams. Openmaken. We hebben een taro-wortel. Een groene erwt en paddenstoelen. Oeh, lekker. En we hebben appel, druif. En wat is er nog meer bijgekomen? Niks, gewoon appel en druif. Oh, hierboven. Ui. Is ui wel fruit? Het eerste dier noemt Dagmar. Oh, ik zie dat de poll al loopt. Ik ben benieuwd wat mensen gaan stemmen. Waar ben ik? Daar ben ik, op de wc. We kopen de beige lama. Kijk, oh Blondie, dankjewel voor je bit. En Epica heeft 9000. Hoeveel punten heb jij nog over, Epica? Vet veel ingezet. Oh, Miss Divi was de enige team koe. Nou, Miss Divi, de koe komt in de let's play. Wel in de toekomst. We hebben op dit moment kippen in de let's play, maar er komt ook nog een koe. Ja, het is 3 uur 's nachts. Ga even terug naar bed. Gek. We pakken wel de grote slaapkamer. Ik weet niet waar je net sliep, maar... Zo. Ja, gefeliciteerd. Daar spelen we niet mee. Leuk joh!
zo'n boerderijleven. Het stormt als de mannen. We kunnen nu buiten niks doen, want zijn ze alleen maar bang. Gaan we even in bad. En... oh god, wat is dit voor kavel? Wilde vossen. Ja, we pakken gewoon eenvoudig leven, pakken we er ook bij. Wat het leuke is aan eenvoudig leven, is dat normaal gesproken kan je zeg maar op de koelkast klikken. En dan kan je koken en dan staat er een bedrag, zeg maar. Dat je dan gewoon het bedrag betaalt en je kan die ingrediënten kopen. En de maaltijd maken. Nu moet je de ingrediënten fysiek in huis hebben. Wil je er daadwerkelijk iets mee kunnen doen? Dus we gaan sowieso even wat eten bestellen dan. Kruidenierswaren. Hoppatee. Oh, daar kan ik makkelijk 2 van. Hier mag ik er maar 1 van. Oh, ik hoef geen vis. Basilicum. Weet ik niet. Een blauw ei? Een blauw ei. Wauw, hoe zeldzaam. Misschien levert hij meer op. Waarom ook niet? Een bloem. Een citroen. Een druivenbal. Een gewoon ei. Laten we er ook maar een. Noem maar 5. Melk. Hoppatee. Granaatappel. Perfecte boon. Kaas. Oh, kersen. Lekker. Nou ja, we kijken wel. We hebben in ieder geval wat van alles. Het enige, ja, het voordeel is met de Sims 4. Je kan nu specifiek zeggen, oh, ik wil dat ingrediënt. Ik wil dat ingrediënt. En dan moet je ook, ja, als je dus iets wil maken, kan je dat alleen maken met die specifieke ingrediënten. Het nadeel is dat in de Sims 2 kon je gewoon zeggen, ik wil 100 euro uitgeven aan boodschappen. Of ik wil 200 euro uitgeven aan boodschappen. En dit is alleen leuk in het begin. Ik denk dat dit op een gegeven moment stront irritant wordt als je constant alles moet aanvinken. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Waar blijven mijn boodschappen? Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Lian, ik vergat vaak boodschappen te bestellen in de Sims 2. Ik weet nog dat ik in Sims 2 toen ben gaan spelen voor op mijn YouTube kanaal. Ik was echt vergeten. Ik dacht, oh ja, ik moet hier boodschappen gaan kopen. Waarom heb je nou weer dat pakje aan? Wat is dit? Ja, ze geven het dus niet aan je. Ze zetten het ergens neer. Natuurlijk nooit in de keuken. Ja, uitpakken. Hier, fooi. Nou, wegwezen. Ja, je mag eerst even eten, want je hebt honger. Wat kunnen we nu maken met de dingen die ik heb besteld? Oké, we hebben wat opties. Oh, hieronder ook nog iets. Roerei. Oh, wacht, is dit lactose veilig? Ja, lactose. Ik denk daar totaal niet over na, omdat ik het zelf ook niet ben. Maar daar moet ik nu rekening mee houden. Omdat mijn simmetje dat nu wel is. Trek wel even wat anders aan. Kom op. We hebben van die leuke outfits geselecteerd. Bezorging tot aan huis, maar niet in je keuken. Ja, bij mijn Let's Play heb ik dus een huisje waar dus een tafeltje buiten staat. En dan zet ze het, brengt ze het überhaupt niet eens naar binnen. Zet ze gewoon buiten op het tafeltje neer. Veiligheid 5. Dit is wel een voordeel dat ik elke early access met een nieuw pakket met dezelfde sim doorspeel. Straks heb ik alles goed. Zo, ga dat maar eten. Welkom, oh ja, welkomstkopje thee. Hallo, welkom. Kom maar binnen. Krijgen we die vruchtencake weer? Ik ben heel benieuwd wat mijn sim zelf hiervan vindt. Oké. Okay. Grappige introductie. Ja, we hebben al kennis gemaakt. En aardige introductie. Yep. Ah. Wat? Hoorde ik. Oh, de haard werd aangestoken. Ik dacht heel even dat er iets in de brand vloog. Nou, laten we ze even leren kennen. We hebben... oh, hallo. Oh, ik weet niet Franka. Waar jij geboren bent, maar we zitten gewoon op tafel. Woosh. Luna. Yep, interesses bespreken. En bij jou. Naar eten vragen. Okay. En welke eigenschappen zijn bij deze game erbij gekomen? We hebben er 2. We hebben dierenliefhebber. En we hebben lactose intolerant. Okay, naar carrière vragen. Oh, ook nog rekeningen. Naar carrière vragen. En bij jou ook even. Naar carrière vragen. Waar is mijn brievenbus? Die staat helemaal hier. 5000! Misschien had ik vandaag pas moeten verhuizen. Het andere huis was vast goedkoper. Oké, okay, kom maar weer hierheen.
Wat was dat? Seances, oh ja, dat is van paranormaal. Een mooie nieuwe manier om je sim te vermoorden, dingen laten eten waar je allergisch voor bent. Nou, ze gaat er niet dood van. Als ze nu iets met zuivel eet, dan gaat ze gewoon heel veel scheten laten. Bespreken of de kip er eerst was. Ja, jongens. Zeg het maar in de chat. Ik ben benieuwd. Wat was er eerst? Kip of het ei? Ik ben heel benieuwd wat mensen eigenlijk zeggen. Ik zelf denk de kip. Dus ik ben team kip. Kijk, Epica is ook team kip. Lianne zegt een kuiken komt uit een ei. Maar dat is nog geen antwoord op een vraag. Piepukkie zegt Kim was eerst, maar ik zeg niet wat jij bent. Annette zegt een kip natuurlijk. Hoe kunnen er anders eieren zijn? Lolo zegt de haan, want zonder de haan waren er beide niet. Ja, maar haan is gewoon een mannelijke kip. Pinky zegt ook kip. Lianne denkt ook kip. Ellen denkt ook kip. Pinky zegt ook, want de kip was een dino. Oké. Dat wist ik niet. Ja, wij zijn natuurlijk van apen afgestamd. Ja, ik denk dus de kip, omdat er was ooit ook de mens en er was niet ooit eerst de baby. De baby is afhankelijk van een ander. En een kuiken en een ei is afhankelijk van warmte. Het moet bevrucht worden en het moet warm zijn. En dan pas kan het groeien en uitkomen. En dan is het nog een klein kuikentje die echt weerbaar is. En een kip is natuurlijk volwassen en zelfstandiger. Dus ik denk een kip. En Lolo zegt, ja klopt, de kip was een dinosoort. Oké, dat is heel gek. Ik zou bij een dino niet zo denken, oh wat schattig, die neem ik op schoot. En bij een kip heb ik dat wat meer. Ja, ik heb nog niemand ei gezien zeggen inderdaad. Iedereen is team kip. Dat is grappig. Ja, en de kip legt dan het ei. Maar ja, een mens die wordt zwanger en heeft een baby. Oké, we hebben hier Cecilia. Ik wil iets van jou weten. Ben je naar jouw carrière gevraagd? Oh kijk, Cecilia is een dierenliefhebber. Nou weten we iets van jou. En een computerexpert, freelance programmeur. Wat weten we van jou al? Oh, zij is getrouwd met die andere man die daar zit. En je bent een style influencer. Weet je het zeker? Boobie Nerks. Ik zou jou niet inhuren. Wibs. Banarla Deroy. Amlish. Chimma Rimple. Oh, ik zie ze klappen. Oh, ik ben blijkbaar een grapje aan het vertellen. Hij zit daar alleen bij die vruchtencake. Oh, Rami is romantisch. Maar jouw man zit hier treurig alleen te zitten. Dus... Even kijken, waar staat leren kennen? Leren kennen, daar, leren kennen. Dagmar, geef je adres, ik stuur je een kip. Nee, Dagmar, zelf een kip. Die arme man heeft een relatie met de vruchtencake. Ja, echt hè? Oké. Nou, we weten van jou je beroep en één eigenschap. We weten van jou je beroep en één eigenschap. We weten van jou dat je een huisvader bent. Maar ik wil ook nog een eigenschap. Even een beetje de buren leren kennen. Bespreken wie er eerst was, de kip of... Fitness, misschien is je wel sportief. Discussiëren over gamestrategieën. Misschien is hij wel een gamer. Ah, Miss Divi moet er van door. Leuk dat je was, Miss Divi. En thanks voor je hulp. Tot de volgende keer. Morgenochtend, let's play. Hè? Hoe dan? Hoe heb ik fitness? Oké, bij deze, ik ga nu 10 minuten praten over sport. En dan ben ik ook een stuk sportiever geworden. Wat is dit? Ik praat met hem over fitness. En ik haal een niveau hoger. Dat klinkt niet als dat het klopt. Piepukkie, oké, ik woon onder de derde brug van links in de ABC-straat. Nou, er is geen ABC... Oh, het regent echt als een malle hier. Ik kan de brug niet eens meer vinden. Oh, hier is water. Oké, hier is een brug. 1, 2. Brug. 3, hier. Bij de derde brug, links. Oh, wat schattig, Dagmar. Het is niet heel groot. Oh Jesse, welkom.
Het gaat prima. We zijn landelijk leven aan het ontdekken met z'n allen. Mijn Sim zelf woont in een vet groot huis nu. En ondanks dat het stormt, ik wil toch even... Wat was de poll ook alweer? We gingen voor een beige lama, hè? Een beige lama. Zo. Kim heeft het recept voor vriendelijke... Ja, we kunnen een snackje voor dieren. Oké. Okay. Daar is die! Oké, jongens, je heeft er een leuke naam voor deze vriendelijke vriend. Oh, goeie, die oortjes daarachter. Hallo, lama. Hallo. Ik zie Dagmar in caps lock. Is de chat het daarmee eens? Wordt dit Dagmar? Zie je nou grasbietjes te eten? Zo sneu. Eten aanvullen. Oh, het voedselvoorraad is al vol. Oké. Okay. Oké, Lolo zegt ook al Dagmar. En Jesse zegt, wauw, je hebt je Sim zelf hier wel echt een schattige outfit gegeven. Ja, dit is een nieuw pakkie. Uh-huh. Waar ben ik? Daar ben ik. Kijk, een soort van jumpsuit-achtig, tuinbroek-achtig. Vet chill. Kijk, Annette zegt ook al Dagmar. Binky zegt ook al Dagmar. Oeh, zo! Op beeld! Ik heb hem op beeld! Wauw! Dat is me bij mijn jaargetijden Let's Play nooit gelukt. Hij sloeg hierin. Oh, gosh, die lama. Die zit nu niet meer in zijn huisje waarschijnlijk. Ja, dan moet ik wachten tot hij buiten komt. Oh, we kunnen het ook nog verbeteren. Dus dan moeten we ook nog even aan onze handigheid gaan werken. Nee, we gaan hem niet inruilen. We houden de lama. Als Sharon is lekker aan het klippen, denk ik, Sharon. Ik ben verveeld. Door een film te kijken. Waar is onze visite? Visite is weg. Oké, was gezellig. Afvragen of het waard is. Oké, dit wil ik zien. Er zit natuurlijk zuivel in een cake. Oké. Paguna, Brashu en Arva. Huh. Ja. Kim vraagt zich af of het waard is om sommige risico's te nemen. Les in zuivel. Kim is lactose-intolerante sim. Lactose-intolerante sims voelen zich onprettig als ze zuivelproducten consumeren, maar geweldig als ze zuivel een tijdje hebben vermeden. Ik vind het wel jammer dat je dan niet ook een reactie krijgt zo van, oh ja, ik vind het waard, of nee, ik vind het niet waard. Het is gewoon, ze kijkt ernaar en je krijgt een melding. Kip Luna. Ik ga jou even bestuderen. Oh, kijk die blaas. Wow, Flarb. Je eigen scheten horen toch niet te stinken voor jezelf. Oh, en hier. Kijk, dit bolle poppetje. Dat was het niet waard. Oké, dit is het antwoord. Het was het niet waard. Kim had beter moeten weten dan om de zuivelgoden te tarten. Hopelijk voelt ze zich snel beter. Dat hoofd. Zo mooi. Ja, gewoon eten. Je kan er niet dood aan gaan, toch? Toch, Omri? Ja? Ik vind haar en de kleding van dit pakket vet leuk, maar de bouwspullen daar ga ik niet echt gebruiken. Nee, het moet wel je smaak zijn landelijk. En het is bij mij niet echt mijn smaak. Ik heb trouwens de bouwspullen nog niet bekeken voor Town of Plum op het YouTube kanaal. Dus daar komt later nog een OCG studio van. Ik heb op dit moment alleen de kastspullen voor volwassen sims bekeken. Maar ja. Leuk pakje dit. Leuk dat je nu niks gaat zitten doen. Maar, oh, de lama. Oh, onbekende beller. Je bent uitverkoren. Ze zullen zo hier zijn. Eerst in de chat. Eerst in de chat, wat gaan we doen? Wacht, wie is dit? Of hang op. Wat een vreemd telefoontje is dit.
Voor een boerderij is het perfect, ja. Ja, het is natuurlijk wel leuk dat ze verschillende soorten pakketten doen met verschillende soorten stijlen. En landelijk is dan niet mijn stijl, maar er zijn natuurlijk zat simmers die landelijk wel echt vet mooi vinden. En wees eerlijk, ik hou van modern, maar dat past gewoon niet hier. Dus ik zou ook geen heel modern huis pakken in deze wereld. Ik zie al Blondie, wacht, wie is dit? Evika, wacht, wie is dit? Dagmar, wacht. Jesse, wacht. Iedereen zegt, wacht, wie is dit? Oké. Haha, je bent zojuist gefopt. Oké. Oké. Ik had van alles verwacht qua namen. Want we gaan de lama Dagmar noemen. Dat hebben we net in de chat en allemaal mensen hebben gezegd, ja, Dagmar. Ik had van alles verwacht, maar dat er op dit moment een naam op mijn scherm zou zijn van iemand die daadwerkelijk nu in mijn chat is. Blondie Sims, kijk dan hoe die lama heet. <Ja. laughs> Oké. Okay. Dan doen we hem. Combi. Doen we Dagmar Blond. Zo. Heeft hij een voor- en een achternaam? Kijk eens aan. Het is een jong volwassene. Oh, daar heb je dus ook nog allerlei dingen van. Geluk is prima. Hygiëne is schoon. Honger is vol. Aandacht is oké. De volgende oogst is beige wol. Laten we aandacht geven. Dan gezellig doen. Laten we enthousiast gaan aaien. Dit vind ik mooi. Dit had ik niet verwacht. Ik denk, nou, er staat gewoon een random dierennaam. En dan staat er nog iemand die nog in de chat aanwezig. Oh, oh, die oren. Ah, dat prikt iets in mijn oog. Oh, wat schattig. Oh, mag ik hem scheren? Stroombesparing, oeps. Scheren. Nou, daar gaan we. Hij is tevreden. Miepukje zegt, Blondie zit met jou, wil ik de lama nog delen. Oh, ik heb informatie over beige lama wol ontdekt. Was dit alles? Dit is snel klaar. En ik heb 6 beige lama wol gekregen. Oké. Dierenband door de eigenschap dierenliefhebber. Tijd doorbrengen met een dier vrolijkt Kim echt op. Oké, die vruchtencake was niet in de smaak. De film was niet in de smaak. En ik ben boos door mijn telefoontje. Maar ik heb dus... kwaliteit uitstekend. Oké, wat kunnen we daarmee? Beige lama wol. Zonovergoten wol, lekker warm en knuffelig. Maken door het scheren van een beige lama toepassing. Verlaag de kosten van bepaalde borduurpatronen. Kan ook bij de wezenhouder in Bramblewood in worden geruild voor dierenkleding. We gaan pakjes geven. Ja. Oké. Oh, hij gaat zijn stal weer in. Of zij. Zij gaat zijn stal weer in. Voer is nog goed. Eten aanvullen. Doe maar even eten aanvullen. Kom terug. Ja. Oh, ga je nou naar binnen? Waar ben ik? Hallo? 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 We wachten wel. Oh, ik kom daar weer naar buiten. Kan ik ook andere dingen naar binnen doen? We kunnen de dierenstal zelfs een naam geven. Nou, wie heeft er een leuke naam voor de stal? En we hebben acties. Ja, oh, dat hadden we al gezien. De verbeteringen hadden we ook al gezien. Dat kunnen we niet doen. Oké, nou, dan wordt het ook wel even tijd om even hier bezig te zijn. Het is op dit moment herfst, nog voor 6 dagen. Toch? Of heb ik het hier op 2 weken staan? Nee, 6 dagen nog herfst. Oké. Wij hebben druif. Kijk, is voor de herfst. Ga maar planten. Een druif. Ja, je kunt ze niet meer zien als ze binnen zijn. Dat vind ik een beetje jammer. Ja, tuurlijk gaan we dit doen. Dat is alleen maar handig als boer. De pulsiestal. We hebben een appel. Ook herfst. Hey. Plant. Nee? Appel planten we niet? Nee? Oké, appel mag daar niet in. Jammer. Champignon. Herfst. Top. Hier. Plant. Champignon. Of nou ja, paddenstoel.
over de brug. Ja. Sorry. Snuitschap. Binken, je bent een held. Oké. Groene erwt is lente, daar hebben we nu niks aan. De zomer en lente ook niet. En de ui, herfst en winter. Oké, kijk, dat is top. Want als het winter is, dan hebben we er ook nog ui in zitten. Zeker een geweldige naam. Oké, dan noemen we hier nog een druif erbij. Nou, zullen we dit gewoon volgooien met druiven dan? Zo. Ja, top. Pinky, ik vind het prachtig. Oké, wat hadden we nou nog meer? De paddenstoel. En, wat was dit? Oh, ik had maar één ui. Nou, dan komt er nog een paddenstoel bij. Want deze was zomer en lente. Ja, daar hebben we niks aan. Oké. Stop. Nou, dan kan de rest in de koelkast. Openen. Oh ja, dat blauwe ei. Wat moeten we daarmee? Oogstbaar? Nee. Oké, blijkbaar ook aardbeien. Granaatappel. Oh, ik zit er nou van de ik zit het van de koelkast in mijn zak te doen. Dat is niet de bedoeling. Andersom. Zo. Oké. Nou, water geven. Ik kan niet eens fluiten in het echt. Mijn simmetje is aan het fluiten, ik kan dat niet. Het is al echt donker. Oh, er zit een vieze hoop bladeren. En de stal heet... Oh, ik ga zoveel clipjes krijgen vandaag. Heerlijk. Top. Lekker bezig, Simmetje. Waarom ga je nu al naar de wc? Zo nodig hoef je ook weer niet. Kunnen we hier nog iets mee? Vissen. Kikkers zoeken. Oh, hop, gewoon dit water. Oh, oh. Een surfende zotkikker. Kunnen we nog iets? Nee, we kunnen niks met jou doen. Kijk dan die vuurvliegjes. Vet cool. Gaat ze televisie kijken hoor. Dan ga je straks weer zeuren dat het saai is. Nee, ik wil trouwens... Waar is dat ding? Hier, borduren. Met patronen borduren. Eenvoudig. Laten we klein beginnen. Oh, we moeten ook... Hoe komen we nou weer aan roze lamawol? Oh, maar korting. Hoeft niet. We hebben beige lamawol, dus een korting met die. Gaan we borduren. Je kan niet zwemmen in de vijver. Je kan zeg maar, dat zie je ook in de patch update video die Miss Divie heeft opgenomen. Je hebt zeg maar, moet ik even naar bouwen. En dan moet ik naar vijver. En waarschijnlijk even dag. Kijk, je ziet een lichter gedeelte. Je ziet hier een kleurverloop. En het lichte gedeelte is ondiep en het donkere gedeelte is diep. En in ondiepe gedeeltes kunnen je sims nog waden. Dus je kan kikkers vangen, je kan met het water spelen, je kan er een beetje in wandelen. Maar het ondiepe gedeelte, daar kan je niet in komen. Dus kan je ook niet zwemmen. Dus je moet echt, als je wil zwemmen, moet het al in kant-en-klare watergebieden zijn. Dus is hier wel ergens een meer? Ik weet niet of je dit water kan zwemmen, want ik zie geen plek dat je erin kan komen. Maar we zagen natuurlijk in de trailer wel ergens een plek waar je kan zwemmen. Dus dat moeten we nog zoeken dan. Je lama roze verven. Oh. Ja, het is goed met jullie. Zoek een leven. Ga boodschappen doen. Oeh, ja, we zijn bezig. We hebben door borduurvaardigheid geleerd. Oké, misschien is het goed dat mijn simmetje niet meer de eigenschap onhandig heeft op dit moment. Oh, laat maar. Ja.
Ik zou hier dus niet het geduld voor hebben. Ik heb dit ook nog nooit gedaan, maar ik zou echt niet... Oeh, heb ik een idee? Ja, te vroeg gezegd. Wat stond er trouwens voor de rest bij? Kim heeft de Aida borduurstof met 5x5 kruisjes in de aanslag. En ze zich in de wereld van borduren begeeft. Is dit een gekke zin of lees ik hem gek voor? Ze kan nu regenbogen vormen en poppetjes borduren. Ach, we moeten allemaal ergens beginnen. Lamerol kan worden gebruikt voor dat speciale zelfgemaakte gevoel. Oké. Auw. Hoeveel heb ik dan nog? Lamerol? Oh, ik heb er maar eentje gebruikt. Oh. Ja, want ik wil eigenlijk wel even binnenkort gaan kijken of we kleding... ik wou zeggen kinderkleding, maar dierenkleding kunnen verzamelen. Eigenlijk moet het huis dan ABC Straat 3 heten, maar dan was het hele plaatje compleet, ja. Annette zegt, dat vind ik eigenlijk wel fijn, want anders zouden Sims in je vijver zwemmen. Dat zou vreemd zijn, ja. Opeens allemaal zwemmende Sims. Zo... Heb je zo'n heel leuk voortuintje met een vijvertje en dan komt opeens in de zomer van alles het water in. Ja, kijk er maar goed naar. Kan je het zien? Oh, kijk, het is ook echt roze nu. Ik vind het dan wel apart. Ik heb dus, zeg maar, de eigenschap... Ja, dit doet zeer. Tony, welkom! Hoe was jouw stream? Welkom, welkom. Mag er een SO'tje naar Tony? En Dagmar zegt nog, ik ga je voor nu laten. Lekker een bedje in. Slaap lekker. Je hebt zeker een goede voorkant. Er is toch geen in-game... Hey Red! Er is toch geen in-game opblaaspop, of wel? Die is er toch niet? Hoe zijn jullie daarop gekomen? Nou, ik ben benieuwd. Zeg Dagmar dat je saai bent. Oh, misschien dat ze daarom nu net gaat slapen. Oh, Tony komt binnen. Ik ga snel slapen. Maar dankjewel voor je raid. En welkom raiders inderdaad. Welkom. Ik ben Kim. Ik speel The Sims 4. En morgen komt het 11e uitbreidingspakket uit. The Sims 4 Landelijk Leven. Dan kan je dus echt in een boerderijtje wonen. Je kan een lama hebben. Of je kan een koe hebben. Of je kan kippetjes hebben. En het tuinieren is uitgebreid. Maar ik ben een EA Game Changer. Dus ik heb nu al toegang. En ik kan het nu aan jullie laten zien. Dus welkom. Daarom dat ik vlucht. Annette zegt, ik ben nog wel ergens benieuwd naar. Je kan je een alligator toevoegen. Die je sim ook kan opeten. Dat weet ik dus niet. Want ik zag dus in de patch update video die op het kanaal van Town of Plum op staat. Dat je dus inderdaad een kaiman in je vijver kan doen. En mijn sim selfie stond dus in die vijver. Maar die kaiman pakte me niet. Dus ik weet niet of er iets mee gebeurt dat je sim selfie wordt opgevreten of zo. Bianca zegt, ik ben net terug. Ik was uit eten, maar kijk het morgen even terug. Is helemaal goed, Bianca. Heeft het gesmaakt? Ik ga morgen uit eten. Oh, daar heb ik echt zin in. Heel lang geleden. Oké. Okay. Ik wilde net de koopmodus even in, omdat we hebben dus naast kaveleigenschappen hebben we nu ook kaveluitdagingen gekregen. En dankjewel voor het volgen, Piago. Pasta! We gaan naar een Italiaans restaurant, Agneta. En ze hebben daar pizza's en pasta. En met pizza's denk ik altijd, ja, weet je, ik kan altijd pizza thuis laten bezorgen. Of ik kan altijd gewoon een divisie pizza pakken. En ik weet wel dat in restaurants is natuurlijk beter. Maar in restaurants hebben ze ook veel meer soorten pasta. En als ik thuis pasta eet, dan is het gewoon ravioli, saus, klaar. Want ik ben maar één persoon. En als je in een restaurant pasta eet, dan heb je allemaal van die dingetjes erin. Lekker. Ik heb er zin in. Oké. Wat ik dus eigenlijk wou zeggen, vlak voordat de raid binnenkwam, is dat we hebben dus van die kaveluitdagingen. En ik heb de eenvoudig leven die erbij is gekomen met dit pakket erbij opgezet. Waarbij je dus ingrediënten nodig hebt om recepten te koken. Dus je kan niet meer op de koelkast klikken en geld uitgeven en meteen maken. Je moet dus echt daadwerkelijk die ingrediënten in je koelkast hebben om het te kunnen maken. Maar dat geldt dus niet voor het borduren. Dat vind ik een beetje gek. We hadden de beige lamabol, maar we hadden niet de roze lamabol, maar dat maakt dus niet uit. Dan kan je dus wel geld bijkopen. Dan kan je het wel met geld er gewoon bij kopen. Dus dat is een beetje vreemd. Maar ze is dus nu lekker bezig. Kijken wat ze aan het maken is. Even kijken. Epica zegt pasta is ook zo saai. Maken wij thuis ook zo vaak. Pasta is helemaal niet saai. Maar voor mij in mijn eentje is het vaak wel saai. Want als ik er heel veel dingetjes in gooi die ik lekker vind. Dan zit ik volgens 4 dagen pasta te vreten.
Ja, ik vind het ook een beetje een vreemde plek. Ze hebben die televisie heel raar neergezet. En dit zijn volgens mij huizen gebouwd door gamechangers. Niet eens door de goeroes. De gamechangers hebben de huizen gebouwd dit keer. Die in het pakket zitten. Misschien wel een keertje beter. Oh, ik ben klaar. Schijnt net drinken in. Had je nog niet even 2 seconden door kunnen gaan, Simselfie? Hoe was de stream van Tony trouwens? Even kijken. ik weet ook niet wat je gedaan hebt. Oh, ook de Sims 4. Oh ja, dat zag ik. Je was interieurdesigner aan het doen. Heb je een beetje geslaagde opdrachten gehad? Even kijken. Een klein borduurraam vormen. Dat willen we zien. Dat willen we zien. Oh, dat ligt gewoon op de grond. We kunnen het verkopen. We kunnen het bekijken en lezen. 3 keer geslaagd. Oh, lekker bezig. Veel opdrachten gedaan dan. Oké, ik ga gewoon echt van een afstandje er kijken. 2 meter verder. Oh ja. Ja, heel leuk daar. Nou, dit was het alweer. Ik dacht, dit kan je leuk ophangen of zo. Kan dit echt niet? Ik wil het op de muur. Nou, dat vind ik wel een beetje een domper, eerlijk gezegd. Ik kan het in mijn inventaris stoppen. Ik kan het verkopen. En ik kan het bekijken, lezen. Want je kan het dus eigenlijk... Zo neer. Oh, 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 oké. Okay. Ik ben klaar met klagen. Had het alsnog leuk gevonden als je het ook kan ophangen. Maar oké, okay, ik was te vroeg met klagen. Bianca zegt ook, kun je je eigen borduursels niet eens ophangen. Dat is jammer. Bianca, oh, neerzet is ook leuk, ja. Pinky zegt, ik denk dat ik deze bouwspullen wel leuk vind. Vooral dat ik wat meer klassieke spullen krijg. Dus de hype wordt wel hoger. Kijk eens aan. Jij mag naar bed trouwens. En we hebben... Een ervaren borduurder. Je hebt 1 mini-werkje gedaan. Chill. Chill. En huiselijke stikwerk. Ik was nog niet klaar met lezen. Hallo. Even pauze. Alle vingergymnastiek heeft zijn vruchten afgeworpen. Kijk alleen niet naar de achterkant. Waarom kom je nou weer je bed uit? Wat ga jij doen? Ik ben heel benieuwd. Want ik zie hier geen opdracht. Oh, we vinden de lamp lelijk. Daarvoor moesten ze om 2 uur 's nachts naar bed uitkomen. Om naar die lelijke lamp te gaan kijken en te beseffen dat ze hem lelijk vindt. Oké. Doe jij dat ook, Tony? Zegt, in die stijl bouwen vind ik leuk, maar er zelf in wonen, nee. Ik vind landelijk heel lastig om te doen. Want heel veel dingen zijn in het Sims 4 spel oudbollig. Meer gemaakt voor, ja, dan spulletjes waarvan ik denk, ja, zou ik eerder aan een bejaarde sim geven. Maar ik denk wel, als ik een beetje kijk, want dit bed is nieuw. Heel tof. Volgens mij zijn die nachtkastjes ook nieuw. Dus ik denk wel dat er in dit pakket spullen bij zitten waarbij je landelijk kan bouwen, maar ook voor de jongere generaties. Annette zegt, mag ik trouwens even mijn felicitaties uitbrengen naar de persoon die dit huis heeft gebouwd. Dat is een van de weinige huizen waar de trap niet midden in de woonkamer zit, maar in de gang. Maar ja, daar hebben we wel nog wat voor moeten opofferen, want we hebben nog een gang. Dus je moet, als je in de woonkamer zit, moet je naar de gang. Om naar de andere gang te gaan, om naar de keuken te gaan. En we hebben dit vreemde hoekje hier. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker te fixen dan een trap verplaatsen. Maar er zijn gamechangers die dus huizen al hebben gebouwd. En sommigen hebben er ook video's van online gemaakt. Maar ik weet niet meer welke. Dat is echt alweer een maand geleden of zo toen dat nieuws naar buiten kwam. Ik weet ook niet of de namen... Nee, het is natuurlijk vertaald. Er staat ook nergens iets bij. Nee, geen idee. Nou, je wordt alweer bijna wakker. Dan mag jij plassen. En in bad gaan. En... Ja, het klikje is die cake.
koken. Een Yorkshire pudding. Ook al is ze lactose intolerant. Jij gaat pudding eten! Oh, Epica gaat morgenavond ook uit eten. Ja, ik kan me niet eens meer herinneren wanneer de laatste keer was dat ik uit eten ben geweest. En dan ga ik morgen, en dan ga ik volgende maand, heb ik mijn personeelsuitje. Doe ik ook altijd hoor, als ik ga koken, dat ik dan ingrediënten ingrediënten dan... Hallo! Waarom heb je weer een pakje aan die we niet willen hebben? We doen nu het volgende pakje. Ik vind Gikon het leukste festivalliedje hebben. Ik heb een goed gevoel en Gikon wordt... Nee, we gaan niet naar Gikon. Nou, geniet van je pudding en de scheet die erop volgt. Kijk met haar hipsterbril! Kijk eens hoe leuk! Flashy, flashy. Ah, Binky gaat morgen in Toverland ook in het restaurant eten. De halve chat gaat eten zo meteen. Oké, okay, wat vind je ervan? Oh, Charlie. Ze doet eerst hihihi en dan scheet later. Oké, okay, maar we zijn wel blij, want we zijn zelfvoorzienend door eenvoudig te leven. Dus daar wordt je zin dus blij van. Annette gaat deze week 2 keer uit eten. Doe maar luxe, doe maar luxe. Nee, we gaan niet televisie kijken. We gaan naar onze lama. Hallo Dagmar. Hallo Dagmar Blond. Oh, de lama is... Oh, hij is verdrietig en hij is vies. We gaan je wassen. We komen je redden. Oh, goshie. Ja, dat gebeurt. Als je sim lactose intolerant is en je geeft iets met zuivel, dan laten ze dus een scheet. Oké, okay, daar komen we hoor, met onze hakjes. Bonja. Even kijken. Ja, het is. We hadden gestemd, Bianca, dat de lama zou Dagmar heten. En toen klikte ik dus op naam wijzigen. En toen stond er Blondie. Terwijl Blondie Sim in de chat is. Dus toen hebben we er Dagmar Blond van gemaakt. Zo, ik laat nog eens eten. Hé, hey, ik heb er 1 cakeje op, hè? Even chill. Hoe gaat het voor de rest met jou? Je hygiëne is prima, je honger is vol. Je geluk is prima, daar kunnen we wel weer wat mee doen. Gezellig. We hadden de vorige keer al aaien gedaan. Laten we overstelpen met liefde. Oh. Oh. Oh, die wil ik nog een keer. Oké, okay, nog een keer. Oh, hij wil een liedje. Oké. Okay. Ik ga even naar mijn nek bij praten. Zo. Oh. Hop, thee. Yabara. Yabara. Oké. Okay. Ik zag jou net iets met een gitaartje, dus we gaan danspasjes laten zien. Kimba! Nou, nee. Dagmar Blond vindt het niet interessant. Die loopt gewoon weg. Kijk dan weer! Dat is scheet laten. Die lama denkt ook, oké, okay, distancieren, distancieren. Oh, zo. Ze is weg, yes, yes. Oh. Nou, ze is in ieder geval gelukkig, schoon, honger is goed, aandacht is tevreden. Oh, we kunnen wel weer scheren. We gaan weer even scheren.
Oh, wat is dit voor enthousiaste plezier ten top om door voor een dier te dansen? Nou, dat viel ook wel mee, want Dagmar draaide zich om. Pinkie wil nu ook een lama. Hoppatee. Kijk, weer zes. Ik vraag me af, als je dan een dag overslaat en je gaat daar naar marcheren, of je dan meer krijgt. Ik ben heel gelukkig. Ach, weer die scheet. Oh god, die lama vond het ook niet zo leuk. Oké, waar moesten we heen? Want we hebben nu best wel wat lama wol. De wezenhouder in Bramblewood. Dan moet ik alleen even opzoeken wie de wezenhouder is. Dus we gaan even reizen. Nee, we hebben geen plek voor kippen. Dat zou ik op zich wel kunnen doen. Maar er zitten kippen in mijn Let's Play. Dus als je morgenochtend naar mijn YouTube kanaal gaat. Dan vind je mijn eerste aflevering daar. Met twee kippen erin. We moeten even. We gaan wel even naar het witte paard. We moeten alleen even naar het dorp. Want daar staat een bord. Ik wil even weten wie de wezenhouder is. Even kijken. Kijk, als de braderie is, dan is dat op dit veld. En dan moeten we hier dorplingen. De wezenhouder, wezenhouder, wezenhouder. Staat dat er? Oh, hier. Michael Bellabel. De wezenhouder brengt de meeste dagen wandelend in Bramblewood door om de planten en dieren daar te verzorgen. Oké, we gaan weer reizen. Dan gaan we nu naar Bramblewood. En dat is goed voor ons doel. Dat zal ik zo laten zien. We gaan naar het Isle of Fulpe Park. Ik neem aan dat hij dan daar ergens in de buurt rondloopt. Zo, kijk. Want we hebben dus voor de plantenverzorger doel... moet je één kip, koe of lama op je woonkavel hebben. Nou, we hebben natuurlijk een lama. 5 keer iets gezelligs doen met een vos, een konijn of een vogel. Dat is even een dingetje, die moeten we dan nog zoeken. 1 tuinierveldje hebben. Nou, die hebben we. En je moet alle 3 de buurten bezoeken. En daar bedoelen ze dus mee dat je zowel een keer in deze buurt moet geweest zijn. In deze buurt en in deze buurt. Nou, dat hebben we nu zojuist ook gedaan. Blondie Sims wel trusten. Ik weet nu waarom ik een kip, Peppy en Peppy en Cookie. De kippetjes voor Pinky. Ja hoor, Annette, probeer het nog maar een keer. Ik zag, er zit een spatie in, dus vandaar pakt hij hem niet. Bianca zegt, ik zou het liefst nog blijven kijken, maar helaas gaat mijn wekker daar morgen iets te vroeg voor. Oh, slaap lekker en succes met je wekker morgen. De zotte dag maar. Oké, nou, we zijn hier in het bos. En toen moeten we die gast gaan lopen zoeken. Die kennen we heel toevallig niet zeker, hè? Die Michael Bellabel. Nee. En staat hij bij diensten? Waar staat diensten? Diensten. Nee. Staat er zeker niet bij, omdat ik niet thuis ben. Oké. Ja joh, ga je in het water spelen. En Brechtje 1983, welkom. Dankjewel voor het volgen. Ik ben event aan het zoeken. Ik weet nog niet of hij hier rondloopt. Het zou wel fijn zijn als hij hier ergens zou rondlopen. Oeh. Oké, random. Een slak in het midden. Een selfie met Sophie. Oké, hoe gaat mijn sim hier doorheen lopen? Ja hoor. Helemaal het rondje om. En het wie ben jij? Oh, jij bent Cecilia. Oké, maak een selfie. Ik kan iets hoger, maar dat mag niet. Slaap lekker, Jesse. Leuk dat je er was. Oh, zou die vent hier ergens rondlopen? Oh, we hebben ze. Oh, hier kan je waarschijnlijk zwemmen. Ja, kijk, hier kan je zwemmen. Bij het bos in de buurt. Oh, hier loopt ook iemand. Wie ben jij? Derek. Nee, die moeten we niet hebben.
Oh, hier loopt ook iemand. Ludo, nee. Oh, zoveel plekken. Waar zou die knakker zijn? Dit is Masura Ishidi. Jij komt denk ik niet uit... We hebben hem gevonden! Oh mijn god, dat had ik echt niet verwacht. Hé, dit is trouwens... Ze hebben de trailer gezien, dit huisje. Hierheen gaan. Hij is hier. Oh, niet weggaan. Niet weggaan. Kijk dan echt hoe mooi dit in elkaar is gezet. Jeetje. Oh, ho, ho. Waar ga je nu heen? Oh, we kunnen ook hier allerlei dingen opgraven. Wat is dat? Een aardappel. Maar wat is dit dan? Oh, een citroen. Ik dacht wel... Oeh! Hallo, konijntje. Hallo, konijntje. Ja, het is echt een mooie wereld. Ik zit echt... Ik denk echt dat dit zomaar mijn lievelingswereld kan gaan worden. Ik vind hem heel mooi. Oh, en een vos. Nou. Waar ben ik? Schiet eens op. Kijk, nou is en het konijntje en de vos is weg. Waar ben ik? Oh, daar. Oké, we gaan een aardige introductie doen. Zo, 3 kwartier later, maar we zijn er hoor. Zo. Kwon se bo. Kwon se bo. Jij bent dus de wezenhouder. Hulp bij klusjes? Wacht. Jibs. Oh, Barak. Moochie Peachy. Ik kwam even een vlinder vlak voor mijn camera voorbij. Dabishi Slekkum. Vermoeid. Ken Kuya. Oeh, oh, je hebt een soort van freelance-achtig systeem zonder dat je meteen aan een baan vastzit. Hou je van champignons, ik ben er dol op. Er zijn een paar hele goede in het bos te vinden en ik kan wel wat hulp gebruiken bij het verzamelen ervan. En als beloning krijg je een assortiment producten, bloemenchampignons, kunstmest en een dierenkledingstuk. Hey. En hier een assortiment ingrediënten, kunstmest. En als je gelukt hebt, een vers bereide maaltijd. En dan moeten we ingrediënten geven. En dit is... Even kijken hoor. Er is een heleboel natuur erbuiten. En hoezeer ik mijn best ook doe, ik kan niet alles in de gaten houden. Ik zou af en toe wat hulp kunnen gebruiken. En dan krijg je een assortiment fruit, wol en een dierenkledingstuk. Oké, dit is interessant. Dit ga ik in mijn Let's Play gebruiken. Maar, oeh, konijntje, konijntje, konijntje. Ik wil dierenkleding kopen. Harmony. Zo cute. Oh, wacht, wat staat hier? Favoriete cadeau onbekend. Kampol. Oké. Loombik Jarl. Ja, stop met kletsen. Ik wil dierenkleding kopen. Oh. Dan klikte ik natuurlijk net dat weg. Gibsy, hij is de gaaf voorbij. Waar nog? Wat heb je na die ding? We hebben natuurlijk een lama. De cottagecore voor lama's. Geef je lama een look die helemaal om uitstraling draait. De geweven deken. Er is niks mis met een kleurrijke deken voor je lama om op te fleuren. En de kleurexplosie neckwarmer. Verbeter de nerdy chique look. Ja, dan matcht die met haar. Want ik heb ook zo'n nerdy chique bril op. Die vind ik leuk. Ik weet dan alleen niet wat ik met mijn wol hier moest doen. Dat heb ik nog steeds in mijn zak, toch? Ja. Wat moet ik hiermee dan? Een openhartig gesprek hebben? Huisgenoot? Oh, nee. Bessen ruilen. Oké. Ja, dit is echt... Het landelijk leven is wel echt zo'n ons kent ons dorp. En je bent dus met elkaar aan het onderhandelen. Ik kan dan bijvoorbeeld... Nou, ik heb bijvoorbeeld een druiven in mijn tuintje geplant. En dan kan ik heel veel druiven oogsten. En dan kan ik dus dat is voor verkoop voor geld. Maar ik kan het dus ook ruilen met andere villagers voor iets anders. Villagers? Het is geen Animal Crossing dit. Maar andere townies. Voor wat andere dingetjes. En Agneta zegt, ik ga zo slapen, ben al 2 dagen goed ziek. Ah, beterschap, slaap lekker en hopelijk voel je je morgen wat beter. Oh, we kunnen ook vragen om kleding te maken. Lama kleding maken. Een piloten outfit, ja. Dag maar blond, je bent de pineut. En dan wil ik... Gevaren van stofdotjes bespreken met het konijn. Laten we...
Het wilde konijn enthousiast aai. Oh, ik moet naar de wc. Dat is niet heel handig. Ja, hallo, ik wilde het konijn net gaan aaien. Ik wil mijn doel halen hier. Zo. Hé, hey, gast. Schiet eens op. Mijn zin moet naar de wc. Ja, zie je, dan stopt ze ermee. Oké, okay, opnieuw. Wij willen gezellig doen. Een wild konijn enthousiast aaien. Waar is die vos heen? Dit duurt nog wel even. Die is er vandoor. Daar was ik al bang voor. Ga ik maar graven. Ik heb een kalksteen gevonden. Openhartig gesprek hebben. Als jij stopt met het konijn, dan kan je even praten met mij. En dan ga ik stoppen met praten met jou. Dan ga ik praten met het konijn. Niemand wordt bespuugd, toch? En vossen dus ook niet. Als vossen je lastig vallen, kan Alana uitkomst bieden. Een flikkerkotter spuug. Oh, heerlijk. Oh, buikgriep. Dat is echt naar. Beterschap, Agneta. Oh, wat cute. Oké, nog een keer. Iets gezelligs. We gaan... We kunnen andere dingen nog niet doen. Naar konijnenleven vragen. Tanini wa banbit. Hinaba? Oké, iets met tuinieren. Over het Fries konijn babbelen. Gana shuna. Thar benib. Kunnen we het een cadeau geven? Ja hoor, geef maar een boek. Ik weet niet wat het konijn met een boek moet, maar het is de Sims. Hier, als je... Oh, dat is wel een heel klein boekie. Oh, dat vond hij ook niks. Nee, ik wil je boek niet. Oké, gezellig doen. Laten we een grap over een konijn hiphop vertellen. Nee, niet met hem. Nee, nee, godzakken. Nee hoor, mijn sim doet het niet in mijn broek. Ze mooi is dat. Oh, nu zijn wij er. Oké, wat vind je daarvan? Nee, weg jij. We hebben jou niet meer nodig. Nee, we hebben jou niet meer nodig. Nee, we gaan ook niet bij jou langskomen. Die konijn vond het grapje niet leuk. Nou, laten we dan nog danspasjes laten zien. Misschien dat dit konijn wel blijft kijken. Die lama die had er geen zin in. Oh, ja. Dat vindt hij leuk. Nou, top. Oké, nou, gaan we naar huis. Want anders doe je het in je broek. En dan gaan we zo kijken naar de dingetjes die we erbij hebben gekregen. Nou, wassen, hoppatee. Oké, we hebben dus een nieuw niveau gehaald. Een vriendschap sluiten met een kip, een koe of een lama. Plaats 1 wild konijnenhok of een zwerm wilde vogels op je woonkavel. En 3 planten met enorme gewassen bemesten. Dat is dus de tweede stap die je moet doen in de plattelandsverzorger mijlpaal. Prima. Oh, ik heb ook alweer honger. Dan gaan we... Kijk, kunnen we al iets inblikken? Vleesvervangers en champignonconserven. Nou, doe maar inblikken. Ik wil wel zien hoe dat eruit ziet. Iets rustiger met die koelkast. Stiekem leest die konijn ook een boek. Ja. Oké, die gaat wel echt koken. Ik had heel stiekem ook wel verwacht dat de Sims misschien zo lui zou zijn. Dat ze gewoon zeggen, koelkast open, ploep, blik, klaar. Maar ze is wel echt actief bezig om het te maken. Weer een heel idee. Oh, dat komt waarschijnlijk door die kavel. Want ik zie allemaal door die kaveleigenschap. Dat ze positief beïnvloed wordt. Beetje sausje of olie of zo erbij. Oh, ik krijg echt trek van. Oké, die zit in een potje. Maar het was toch al klaar? Waarom moet het opnieuw in de pan? Ik snap het niet. Oeh, ja, dat is... God.
haalt ze het met haar blote handen uit de pan. Er zijn extra potten geplaatst bij de inventaris van Kim. Oh, kijk eens aan. Champignonconserven, kwaliteit uitstekend. Veilig voor vegetariërs en lactosevrij. En dan? Nou, je kan het eten, je kan het opbergen. Oké. Oké. Nou, ga maar eten. Ik wil het eigenlijk wel zien. Wat ga je nu doen? Pak je potje. Oh, dit gaat niet. Dit gaat niet helemaal lekker. Oh. Ja, ik zag ook wel. Ja, maar dit is een decoratiepan. Ja, zo eet ik ook altijd mijn potgroenten. Jongen. Oh, en we zijn geïnspireerd van blikkwaliteit. Door het eten van uitstekende conserven, Kim kan het bijna niet geloven dat er zoveel kwaliteit in een eenvoudige blikken maaltijd kan zitten. Ja, maar dit is natuurlijk wel zelf gemaakt. Het is niet zoals door een fabriek geproduceerde met conserveringsmiddelen erin. Oh, dan gaat ze ook nog eens, want ze dacht, hey, ik heb lactosevrij gegeten. Dat kan natuurlijk niet, hè. We moeten wel de rest van de dag ook gewoon weer scheten kunnen laten. Laten we de vruchtencake uit de koelkast pakken. Ja, ga jij maar scheten laten. Ik ga even kijken hoe het gaat met onze plantjes. Oeh. Er groeit al van alles. Nou, oh, we kunnen het geen water geven. Die heeft het niet nodig. Kunnen we er überhaupt iets voor doen? Behalve het weer uit de grond halen. Oh, kijk eens aan. We kunnen de paddenstoelen gewoon al oogsten. Die gingen snel. Ja, dan doen we meteen alles. Alles oogsten. Nou... En kunnen we deze dan wel water geven? Nee, onderzoeken. Doe maar, leer maar even wat. Ja, want het gaat niet helemaal lekker, nee. Hoe gaat het met onze vrolijke vriendin? Oh, die is aan het slapen. Status een beetje vies. Oeh, we moeten de stal schoonmaken. Pakuna? Hoppatee, kijk, nou hebben we wat over de paddenstoelenplant geleerd. Nou, ga maar even de stal schoonmaken. Ga weer naar binnen. Gooi weer allemaal een grommel. Oh. Ja. Oh, Barb. Ga even bij de ingang met je kont naar binnen gericht als scheet laten. Die arme lama. Oh, die wordt niet blij wakker. Die gaat niet blij wakker worden. Hoe gaat het nu met de... Oh, de hygiëne is nog steeds een beetje vies. Nou, goh. Goh. Ik zou niet weten waarom. Jongen. Arme Dagmar Blond. Mm. Het is weer 2 uur 's nachts, jongens. We gaan weer kijken dat een lamp lelijk is. Oh, nee. Dit keer is het vloerkleed. Nou, terug naar bed. Nou, het is geen viezerik meer. Dat was het doel wat we hadden met alles aan kant. Toen had mijn sim het doel viezerik inderdaad. Nu zijn we plantenverzorger. Nou, we gaan dan ook even douchen. En dan mag je wat gaan eten. Wat kunnen we maken? Wat hebben we op zak? Heel veel meer avond- of fruitsalade. Dat is wel veilig. Dan gaan we fruitsalade maken. En we hebben natuurlijk, kijk. Oh, nog meer. Nog 2. Jeetje, we hebben nog gewoon 2 van die conserven, champignonconserven in onze zak. Die kan je ook gaan verkopen. We hebben ook nog champignons, hopthee, in de koelkast. Zo. Dat is nog hier ergens in. Spelen met landelijk leven, niet met jaargetijden. Die arme lama. Kijk, hup, niveau 6. Eentje fruitsalade. Dan heb je wel dat leuke pakje weer aan. Maar deze hebben we natuurlijk al gezien. Ik wil nog even... Het andere pakje. Past wel bij vandaag, met die laarzen.
Nou, hoef je de plantjes geen water te geven. Serieus? Kunnen champignons alweer oogsten? We kunnen deze ook oogsten. Alles oogsten. Die nog niet. Voor de rest gaat het allemaal goed. Ja, ik hoef nog geen water te geven. Dat is best makkelijk zo. En hoe gaat het met onze la... Oh, kijk die walm uit die stal. Oh, wow. Arm beest. Ja, maar ik weet niet of het oprecht de schuld is van de lama, Lianne. Omdat vannacht ging mijn Sim met haar billen zo naar die deur staan en liet het scheet. En Annette zegt, misschien is het een leuk idee om een soort van pantry te maken met alle conserven daarin. Ja, een soort van voorraadkast idee. Zo zielig. Oké, de walm wordt al wat minder. De walm is weg. Oh, ik heb super vitale kunstmest gevonden. Oh, kijk, ik loop op... Nee, waar ga je niet weggooien? Die inventaris plaatsen. Nee, we gaan niet naar binnen rennen. Dat kunnen we gebruiken. Is die stal nu schoon? Ja, top. Kijk, want... Hey, wat hebben we hier? We gaan die superieure kunstmest. Oh, dit is de afvalberg. Waar is onze superieure kunstmest dan? Oh, dat is dit. Oh, ja, gooi dit dan maar weg. Sorry Simself, je had gelijk. Gooi het maar weg. Maar als je klaar bent, mag je hierheen gaan. Niet naar binnen. Nee, godzakken. Hierheen gaan. Oeh. Die was ook echt bij. Als mijn Sim zelf niet geraakt wordt, hè? Ik zie het nog gebeuren. Oké. Bemesten. We hebben niveau 3 nodig. En dat hebben we natuurlijk niet. Want we hebben... Nou, kom eens omhoog. We hebben... Bijna! Oh, nee. Nou, dan gaan we deze onderzoeken. Krijgen we daar ook tuinierenvaardigheid van? Ja. Dan mag je daarna ook nog even die onderzoeken. Even niveau 3 halen. Dat zou top zijn. Kijk, het is ook opgehouden met regenen. Dus goed. Kijk, komt onze dag maar blond weer naar buiten. Heel gelukkig zelfs. Doe maar. Oh, top. We hebben die niet nodig. Nou, dan mag je die bemesten met... Oh. Met druif, paddenstoel. Waar is... Ik wil dit gebruiken. Moet het weer op een speciaal soort plantje of zo? De supervitale kunstmest. Wil je je gewas een flinke gezondheidsboost geven? Bemest je plant 1 keer per dag met deze kunstmest. Om je plant zo gezond mogelijk te maken. Zodat jij de allerbeste gewassen kunt oogsten. Maar als ik hier klik op bemesten, zie ik druif, paddenstoel en ui. En bij deze ook. En bij deze ook. Zal het bij speciale plantjes zijn of zo? Slaap lekker, Tony. Thanks for your raid nog. Leuk dat je er was. Nou, geen idee. Ik weet wel dat je van die speciale zaadjes hebt. Dat je dan mee kan doen met die braderie in het weekend. Of voor de grootste vruchten en zo. De grootste fruit en groenten om te kweken. Misschien dat die daarvoor is. Nee. Kom naar buiten. Dag maar blond. Ja. Hallo. We willen jou een pakje. Herinneren geen drama lama te zijn. Wordt dit geaccepteerd? Oh, ja, oké. Kleden in dit pakje. We hebben nou wel wat anders aan, maar dat maakt niet uit. Oh. Kijk hem de blitz maken. Ga je ook weer even scheren. Kijk, hier 6 lama wol erbij. Het is nog een top outfit. We gaan alleen denk ik die piloten dingen. Ja. Ik weet niet of dat met post wordt opgestuurd of dat ik een dag later weer naar die gast toe moet.
En hebben we een lekkernij? We hebben geen lekkernij op zakken. Nee. Oké, hoe maken we dat? Een vriendelijke lekkernij. Elke groente of vrucht. Oké. Moet ik dan op de koelkast klikken? Verpakte lunchverbetering, bestek, personeel. Dierenlekkernij maken, ja. Oké, maak er maar eentje. Dat wil zien. Wat een kick. Deze adrenaline boost geeft Kim een geweldig gevoel. Moet ze met haar waanzinnig... Nee. Wacht, we maken er dan meteen 8. Ik is sportief. Nee. Zo. Je deed er toch geen oors meer in, hè? Ik zag het even niet. Kijk, nou hebben we een vriendelijke lekkernij. Geef een positieve boost aan een band tussen Sim en dier. Oké, we gaan terug naar Dagmar. Die helemaal... Oh nee, weer vies. Nee, we gaan jou wassen. Waar zie ik dat? Meer keuze. Wassen. Ik ben wel heel energiek. Een inzichtelijk gesprek. Jeetje. Nee, ga weg. Oh, kijk hem weer genieten. Wat je wel niet kan leren van een lama. Nou, ik ben echt benieuwd wat voor levenslessen die dan voor ons heeft. Oké, hij is gelukkig, hij is schoon, hij is vol, hij is tevreden, dat is top. Dan gaan we lekkernij geven. De vriendelijke lekkernij. Wat gaat er gebeuren? Niet weglopen. Niet weglopen. Vriendschap sluiten met een koe, een kip of een lama. Hé, we hebben een vriendschap gesloten. Dagmar Blond is onder de indruk of onder invloed. Ik dacht eerst dat er onder de indruk stond, maar er staat onder invloed. En het klinkt opeens dan niet zo vriendelijk meer. Maar is onder invloed van deze vriendelijke lekkernij, deze lekkernij verbetert de band tussen het dier en de sim? Soms heb je gewoon wat hulp nodig bij het sluiten van een vriendschap. Het voelt meer nu alsof ik die lama heb dronken gevoerd of zo. Iets in zijn drankje heb gestopt. Het voelt nou niet terecht met die tekst. Staat die lama daar trouwens tussen vrienden? Ja, kijk dan. Wauw. Kunnen we al wat meer dingen nu we een betere band hebben? Gezellig doen. Gitaar oefenen? Nee, dat hebben we niet. Viool oefenen hebben we ook niet. Dit is een heel vreemd. Overstelpen met liefde. Meer keuzes. Nee, het is wel goed zo. In het echt kijk ik uit voor lama, want die spugen. Ja, ik denk dat als je zeg maar de minder gezellige dingen doet, zoals gemeen zijn en bang maken, dat je er wat minder gelukkig ook van afkomt. Oké. Heb je een vuurtje maken? Oké. Nou, je hebt zat van het borduurspul in je zak. Laten we dit keer een medium doen. Een regenboog. We gaan een regenboog maken. Die wil ik ook wel zien. Dagmar is aan het genieten. Volgens mij zijn mijn aantal clipjes voor deze maand, voor de maand juli, gewoon verdubbeld. Dankjewel, Sharon. Ik heb afgelopen weekend iets cools voor je gemaakt, omdat ik je best cool vind. Mag ik binnenkomen om het je te laten zien? Oeh, dat is die van ecologisch leven, hè? Ja hoor, kom maar binnen. Parsegaf Rebecca. Ja, bespar. Waar nooi. Weet je, nu ik min of meer klaar ben met wat ik hier wilde doen, kunnen we misschien even chillen. Hoe was jouw dag? Ik krijg gewoon een cadeautje.
Beru. Eén onderdeel voor elektronica verbetering. Serieus, noem je dat een cadeautje? Ik dacht dat ze met iets bezig was, speciaal voor mij. Dit is letterlijk wat je uit je vuilnis tevoorschijn haalt als je een onderwerp hebt gerepareerd. Thanks, Tina. Zit hij even thuis? Doorgaan, ja. Oh, je kan hem er ook nog uithalen als je... Oh, ja, als je denkt, nee, ik vind hem niet leuk meer. Ze blijft ook gewoon daar buiten staan. Oh, dit is wel gezellig, zo ernaast kletsen. Sharon zegt, ik denk dat ecologisch leven wel goed bij dit pakket past. Ja, je kan natuurlijk voor heel traditioneel boerderij gaan. Maar je kunt natuurlijk ook een moderne twist eraan geven met windmolens erbij. Of een wateropvanger erbij. Die loopt hier. Jij bent... Derek McMillan. Oh, dit is wel tof hoor, als je zo hier kan wonen. Oh, we kunnen al een beetje zien. Ze is al lekker ver met de regenboog. Ik had alleen wel wat meer kleurtjes verwacht bij een regenboog. Oh, ze is bang van de onweer. Ja, stop met kletsen, dan kan ik het even afmaken. Ik ben geïnspireerd. Ik noem mezelf elke keer een ervaren borduurster. Ik heb het echt, het is letterlijk de tweede die ik heb afgemaakt. Kalm. Oh, ik vind het eigenlijk een beetje een teleurstellende regenboog. Ik had wel wat meer verwacht. Ja, kom maar naar de wc. Hoe gaat het met onze dag maar? De voederbak moet bijgevuld worden. Nou, gaan we dat doen. En dan... oh, ik moet ook weer eten. Nou, ik ben lekker geïnspireerd nu. Grote dumplings. Hoppatee. Wat je van lama's leren kan. Van slimme lama's leren kan. Wat ben je aan het doen? Gaat alles goed, Sim? Oh, maar even hier. Nee, niet hier stofzuigen. Hierheen gaan. Oh nee, mijn Sim is van slag. Herstellen. Zo. Hierheen gaan. En dan ben ik niet eens gepakt door elektriciteit of door een bliksem. Nu al van slag. Oh, de stal is ook alweer een beetje vies. Je blijft wel bezig met die lama's. Het is niet dat je zegt, oh, ik neem een lama en af en toe kijk ik er eens een keer naar. Nee, je moet wel echt elke dag aan de bak voor zo'n beest. Dan is de stal weer vies, dan is de spoor weer op, dan is de lama vies, dan is hij ongelukkig. Je kan jezelf niet een fulltime baan geven en kinderen en weet ik van wat. Nee, de lama moet aandacht. Oh, dit aardig moet ook wat aandacht. Weet je, je hebt een hele mooie eetkamer hier. Waarom blijf je daar staan? Zo. Nou, Simmetje, jij mag naar bed. Hoppatee. Het was een mooie dag. Ga maar naar boven. Zo. Slaap lekker. Ga ik hem opslaan. Wat vonden jullie ervan, mensen? Ja, dit was Early Access Landelijk Leven. Ik vind het een leuk pakket. Ik twijfel nog een beetje over of ik het de 40 euro waard vind. Daar heb ik nog echt wel te weinig voor gezien. Want als ik een beetje kijk... We hebben vandaag gespeeld met de lama. Dat vind ik een hele leuke aanvulling. Met de koe zal waarschijnlijk een beetje vergelijkbare gameplay zijn. Ik heb het borduren vandaag geprobeerd. Dat is leuk. Dat groenteconserven maken vind ik leuk. En trouwens, ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren. Maar we hadden natuurlijk een tijdje terug. De Sims 4 wasgoedaccessoires. En dat is het pakket wat door de community toen gekozen is. En daar zaten ook dingetjes bij. Hetzelfde verhaal geldt trouwens voor... Welk pakket was het? Het was wasgoed en het was klein wonen. Was het klein wonen? Er is een tweede pakket. Het was ook een community pakket. Volgens mij was het klein wonen. Dan had je van tevoren van die polls. En dat je dan zeg maar kon stemmen van... Nou, wat vind je leuk? En oh, breien. Ja, dat was een breien. Thanks, Sharon. Dus je had wasgoed accessoires en je had uitgebreid breien. Maar voor degenen die het misschien nog kunnen herinneren... Die mee hebben gestemd met al die stemrondes... Wat uiteindelijk uitgebreid breien is geworden. Daar zaten dus ook... Borduren zat erbij. En de groenteconserven maken zat erbij. Dus dingen die toen wel benoemd zijn waar je op kon stemmen, wat het toen niet had gehaald, hebben ze wel toegepast nu in andere pakketten. Dus dat groenteconserve zit nu
in landelijk leven. Het borduren zit nu ook in landelijk leven. Het tuinieren is natuurlijk wat uitgebreid, maar dat vind ik nou niet echt waarvan ik zeg, oh, dat is echt nieuw voor dat pakket. Omdat tuinieren hadden we natuurlijk al. Ik ben wel heel benieuwd naar die braderie en al die dingetjes die je daar speciaal voor kan oogsten. Want daar heb ik nog niks mee gedaan. Morgen komt dus de Let's Play op mijn YouTube kanaal. En daarin speel ik met een klein gezinnetje. Een vader met een dochtertje. En die hebben al kippetjes en die gaan later een koe erbij nemen. En daar wil ik dan uiteindelijk allerlei elementen van het pakket gaan proberen. Maar we hadden vandaag even een blikje in landelijk leven. Een beetje van de wereld kunnen zien. We hebben wat villagers. Zeg ik het weer. Bewonende Tonies. Dit is geen Animal Crossing. Dit is The Sims 4. We hebben wat Tonies gezien. We hebben Rimpelbeel nog niet gezien, hè? Die met de tasjes slaat. Wat spulletjes gezien in dit huis. Jeroen vindt het wel leuker dan ik dacht. Maar het is niet echt dat ik er een hype voor heb. Ellen vindt het heel leuk. Binky zegt ik had niks van gezien. Maar mijn hype is groter geworden. Dus het wordt een strijd tussen dit en sneeuwpret. Oh, Epica zegt, dan zou ik voor sneeuwpret kiezen. Dat vind ik lastig, want eigenlijk als ik nu een beetje kijk naar sneeuwpret, doe ik er ook vrij weinig mee. Ik denk dat ik veel meer met landelijk leven zou doen dan met sneeuwpret persoonlijk. Maar dat is natuurlijk een beetje waar je van houdt als het gaat om de spellen. Maar ja, ik ga met de Sims 4 landelijk leven Let's Play echt een beetje het pakket ontdekken. En ook een beetje kijken of ik het dus de 40 euro waard vind. Iedereen die het in ieder geval wel de 40 euro waard vindt en het morgen gaat kopen en spelen, alvast heel veel plezier ermee. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe iedereen welke dieren je kiest. Kies je een koe, een lama, een kip? Hoe je ze gaat noemen ook. Morgen dus iets over de kippen en de namen in de Let's Play. Dus check dat ook zeker. En Binky zegt, het wordt een lastige keuze. Ja, je kan natuurlijk ook alles nemen, maar dan heb je wel een grote kavel nodig. Want in een stal kan er maar één. En in een kippenhok kunnen er 8. Dus je kan 8 kippen tegelijk nemen. Mannetjeskippen, vrouwtjeskippen. Je hebt witte, bruine en zwarte kippen. Dus daar kan je nog tussen kiezen. En dus ook witte, bruine, zwarte hanen. En je hebt kuikentjes. Dus bij kuikentjes is natuurlijk een verrassing. Als je een kuikentje neemt, welke kleur kip of haan het hoort als die opgroeit. Maar daarvan kan je er meteen 8 in één hok. Maar als je gewoon zo'n grote stal neemt voor een koe of een lama, dan kan er echt maar 1 dier tegelijk in. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Ook een beetje zielig. Je zit hier daar alleen. Je hebt geen kalfjes en geen babylamaatjes, want je kan ze niet fokken. Ze zitten alleen in hun stal. Dus die heb je niet. Maar je kan wel kuikentjes krijgen en ook echt bevruchte eitjes krijgen. Dus als je alleen kippen in je kippenhok stopt, dan krijg je eieren. En maar als je er ook een haan bij stopt, dan heb je dus de kans dat je bevruchte eitjes krijgt en dat er kuikentjes uitkomen. Dus met de kippen en de kippen en haantjes heb je het wel. Maar met de lama's en de koetjes heb je het niet. Ik denk wel dat dit een pakket is waar ik veel plezier ga aan hebben met landelijk leven Let's Play. En dan ook nog een hond en kat erbij. En dan is het beestenbende. Ja, dat wil ik uiteindelijk gaan doen bij mijn landelijk leven Let's Play. Om er later nog een hond bij te nemen. En dan het hele perfecte boerderijplaatje neer te zetten. Gezellig gezinnetje met de diertjes en een hondje erbij. Maar op dit moment is de Let's Play gestart met een vader en een dochtertje. Die het niet zo breed hebben. Dus die moeten echt hun weg naar een mooie luxe boerderij bij elkaar gaan sprokkelen. Met de eitjes van de kippetjes en ze hebben ook een klein moestuintje om daar mee aan de slag te gaan. Het is niet zomaar dat er al meteen een koe staat en een lama en een kip en weet ik veel, de hele poespas. Nee, het is een klein huisje met 2 kippetjes. Daar zit er ook echt een beetje een ontwikkeling in. We gaan met die vader werken aan het doel, maar we gaan ook werken aan hun inkomen. Iedereen bedankt voor het kijken. Bedankt voor de subjes en de bitjes aan het begin van de stream. En nog 1 keer alle dingetjes pluggen. Check het YouTube kanaal van Town of Plumbobs. Daar vind je dus een video voor de patch update. Die we dus gisteren hebben gekregen. Daar vind je een video voor creëren een simoverzicht voor de dames. En er komt morgenochtend ook de heren bij. En dan komt er later deze maand komen of volgende maand ook de overzichtsvideo's van creëren sim items voor de kinderen. En de spulletjes voor de koop- en bouwmodus en zo. De wereldoverzicht, al dat soort dingetjes. Mijn eigen YouTube kanaal natuurlijk. Support mij, abonneer op mij. Daar komen ook mijn streams op. Dus het is niet alleen Sims video's, maar ook deze stream komt over een paar maanden op mijn YouTube kanaal. Join mijn Discord, want als je in mijn Discord zit, dan weet je wanneer ik wat doe. Wanneer ik video's upload, wanneer ik live ga. Want ik heb sinds kort een kanaal daar, dat heet Agenda. Ik ben geen streamer met een streamschema, dus het is niet dat ik op maandag plaats. Nou, deze week ga ik op die dagen live op die tijd. Maar soms weet ik wel ongeveer van tevoren wanneer ik live ga en dan zet ik het in de agenda. Dus dan kan je daar gewoon af en toe kijken of er wat nieuwe informatie bij staat. Dat was een gemeen lachje. Ik heb het geleerd van mijn Sim Selfie die eerst gemeen ging lachen en daarna scheetjes ging laten. Ik moet wel iets van mijn Sim Selfie overnemen natuurlijk. Kom maar, straal het maar in me op. Straal het maar in me op. Bedankt ook nog de nieuwe volgers. Ik zeg fijne avond en veel plezier morgen voor degenen die met landelijk leven gaan spelen.